President van Biodiversiteit. Vice-president van het Absolute. Secretaris van Statistiek. Minister van Gestoorde. Bisschop van Klassen en Stijl. Keizer van Materialisme. Wethouder van de dominante hemel. Farao van het sociale medium. Koning van armoede en zelfredzaamheid, alle zichtbare, alle onzichtbare. Ik heet u allen welkom. Dit is poëzie in de stad, voor de stad, door de stad. Dit is de Slag van Amsterdam. En dit is mijn aanloop. Zodat je in ieder geval kan zeggen dat je me hebt zien aankomen. Dit is de prijs die we betalen. Dit is hoe tijd verdampt terwijl ik spreek, terwijl we praten. Dit zijn rijmschema's, associaties, metaforen en dat in combinatie met herhaling. Dit zijn Amsterdamse hiërogliefen in vertaling. Er is een bachelor marketing. Misschien neem ik je wel in de maling. Inmiddels bezig met een master in spoken word. Ik dicht in variabelen waar niet over gesproken wordt. Dit is met mijn hart geschreven. Dit is hoe ik poëzie schrijf voor Amsterdam, maar ook voor het leven. Dit is hoe we samen sterk staan alsof we bewegen in een haddel. Dit is hoe ik bewustzijn creëer voor mensen die nog steeds leven in een bubbel. Dit is mijn bundel. Ik heb een fiets gekocht alsof ik in de Franse ronde ben. Big Ben als Londen ben. Dit is tijdloos. Ik heb het getik van mijn horloge omgeruild voor het geklop van mijn hart. Ik neem de leiding over. Ik heb de leiding in mijn lijf volgespoten met ambitie om grote dromen en voor honger naar meer. Door medicatie heb ik mijn hart getraind om rustig te blijven terwijl ik door de tijd reis. Mijn kinderen leven vast in de toekomst en ik ben daarvoor. We communiceren telepathisch, ik maak ze vast klaar voor revoluties. Ja, dit is poëzie in de stad. Dit zijn gebaren die we dragen van de zusters van de zon. Dit zijn 42 zinnen. Het is een dichtersmarathon. Ja, dit is poëzie in de stad. Dit is hoe we rotsen verzwakken door wijs te zijn. Maar ik was altijd al bewapend. Mijn brein is mijn magazijn. Mijn woorden zijn landmijnen. Dus ik stap voorzichtig, maar vooral met klasse. In een stad die ons nog steeds onderscheidt door ras, religie en klasse. Betaal ik de prijs om mezelf te kunnen zijn, ongeacht of ze dat bij me vinden passen. Ik dicht alle stereotyperingen kapot met trots en vooral blijven lachen. Want alle realiteiten zijn constructief. We bestaan in relatie tot onze sociale positie. Ja, dit is de toekomst. Dit is het heden. Dit is hoe ik een ode breng aan George Gershwin, die mijn naam droeg in het verleden. Dit is het ontstaan. De geboorte. Als een keizersnee. Dit is hoe ik Pakhuis de Zwijger vanavond omtover in een mindcafé. Ja, dit is dwars door zee. Dit is geschreven met liefde. Het lijkt bijna op een roman. Dames en heren, ik heet u welkom bij de Slag van Amsterdam. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, want u bent beter verwelkomd dan ik ooit zou kunnen. Bij deze twee na laatste lijsttrekkersavond voor de verkiezingen van 21 maart. Er zijn er op maandag en dinsdagavond nog één. Maar voor hier in het Pakhuis, waarin we de afgelopen weken eigenlijk op elk relevant thema een avond georganiseerd hebben met heel erg veel verschillende politici. Velen van hen die nu hier op het podium zitten waren al in één van die bijeenkomsten of meerdere aanwezig. Maar ook hun nummer 2, 3, 4, 5 heb ik gezien. En nummer 11, oh, heel goed. En we hebben het over ongelooflijk veel onderwerpen met elkaar kunnen hebben. Dus als u de tijd had gehad om al die bijeenkomsten bij te wonen, dan had u een heel erg goed beeld gehad van wat deze politieke partijen te bieden hebben voor de stad. Toen wij moesten nadenken over waar deze avond dan nog over kan gaan, toen dachten we eigenlijk, er zijn eigenlijk twee belangrijke thema's die het hart van de mensen hier in het pakhuis eigenlijk sneller doet kloppen. En die zijn ook absoluut besproken. En dat zijn eigenlijk rode draden, of laten we zeggen dwarsliggers, door de thema's die al besproken zijn. En dat gaan we vanavond bespreken. De eerste is de verbonden stad. Een stad van ons allemaal. Want als iets ons is opgevallen de afgelopen jaren, is dat als Amsterdam wordt besproken in de vorm van een probleem, dan wordt de tweedeling in de stad genoemd. En wij gaan dan met deze politici in gesprek over de vraag: wat gaat u nou doen als u straks na 21 maart in de gemeenteraad zit of zelfs in het college? Wat is dan uw belangrijkste interventie om die tweedeling tegen te gaan, om ons een verbonden stad te laten zijn? Daar praten we het eerste uur over. En het tweede thema, ook zo'n dwarsliggend thema, dwars door alle onderwerpen heen, is eigenlijk de relatie overheid-burger, overheid-Amsterdammer. Een nieuwe relatie die we de afgelopen jaren ook hier in het pakhuis en elders in de stad, in allemaal buurtgemeenschappen, aan het ontdekken zijn met elkaar. Een nieuw sociaal contract tussen de Amsterdammer en zijn bestuur en overheid. En daar gaan we het tweede deel van de avond over praten. We hebben vele van die avonden waar die politici zijn, kiezen ze dan op basis van de peilingen de 6 grootste partijen uit, of 7. En soms lig je er dan net even uit, hè, als je dan de peilingen. En wij hebben vanavond gevonden, ook vanuit het oogpunt van democratie, dat we alle partijen hebben uitgenodigd die meedoen en die een kans maken op een zetel. Dus als je net niet stond in de laatste peiling, mocht je ook komen. En deze politici zijn op onze uitnodiging ingegaan. En er waren zelfs nog 2 extra, maar die zijn door persoonlijke omstandigheden vandaag afwezig. Dat is Mourad Taimounti van DENK en Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. En Sylvana Simons, lijsttrekker van Bijeen, die is helaas ook vandaag afwezig, maar heeft wel de fantastische nummer 2, JC Veldhuis, gestuurd. Dus voor de rest, nummer 2, nee? Nee? Ja? Ja, oké, ik denk al. Maar goed, anyway, we hadden gezegd, u bent allemaal welkom, dat u dat weet. En we hebben ook besloten, in de verdeling der dingen, dan ga je een ordening van een avond maken. En dan krijg je dus die onmogelijke manier om hoe regisseer je nou een goed gesprek. En toen hebben we gezegd, we gaan eigenlijk niet met stellingen werken. We gaan ook niet 1-op-1 debatjes doen, waar dan vervolgens er nog 30 seconden over is voor de andere 7 of 8 of 5 partijen, om daar nog even iets heel diepzinnigs op te zeggen in 20 seconden. Wij gaan iedereen de hele avond evenveel spreektijd geven. Dat betekent met zoveel sprekers dat in een avond die 120 minuten bevat en waar u ook nog wat wil zeggen en ik zeg ook nog wel eens wat, we hebben besloten om hen allemaal 6 minuten spreektijd te geven. Ja, dat klinkt, dat denkt u, wat weinig, maar dat is dus meer dan de helft. Wij de helft en zij de helft, zullen we maar zeggen. En ze hebben dus 6 minuten spreektijd. En wij hebben ze verzocht om dat eerlijk op te delen. Namelijk 3 minuten over het eerste gedeelte, de ongedeelde stad, dus de verbonden stad. En het tweede deel, de nieuwe relatie overheid-burger, om daar ook 3 minuten spreektijd aan te wijden. Nou, dat is de orde ongeveer. We zijn iets te laat begonnen. We gaan dus ook iets te laat eindigen. Want we hebben die spreektijd beloofd. En we willen u ook aan het bord laten. Hopelijk heeft u niets meer ingepland op deze vrijdagavond na 21:15. Goed. Bent u er klaar voor? Ja? Goed, dan gaan we gewoon echt beginnen. En het eerste onderwerp... voordat ik dat doe, moet ik natuurlijk even alle politici aan u voorstellen. U zult ze ondertussen allemaal wel herkennen. Want ik heb het gevoel dat ook door social media en zo we meer dan ooit die verkiezingen in Amsterdam hebben kunnen volgen. Maar nou ja, u ziet ze hier. Maar ik geef ze even vraag aan jullie om ze een groot Amsterdams welkom te geven. Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid. Don Ceder van de ChristenUnie. Diederik Boomsma van het CDA. Ja. Jaycee Veldhuizen van Bijeen. Reinier Dantzig van D66. Laurens Ivens van de SP. De naakte waarheid, Jelle de Graaf van de Piratenpartij. Ellen Schutten van de lijsttrekker van 50PLUS. Eric van der Burg van de PVD. En Ruger Groot Wassink van GroenLinks. Goed. Het eerste onderwerp. De verbonden stad. Onze ontvallen burgemeester noemde dat hij hoopte dat Amsterdam een lieve stad wordt. Misschien is dat nog wel een beter titel voor dit eerste uur. En wij hebben alle lijsttrekkers gevraagd om in een beginstatement eigenlijk de vraag te beantwoorden. Wat ga je nou doen om de komende 4 jaar... Wat is je eerste maatregel? Ja, dat is de tijd. Wat ga je als eerste doen? Als raadslid of straks als wethouder? Als je het genoegen hebt om het bestuur van deze stad te mogen gaan voeren en in BMW te komen. Maar sommigen hier zullen dat niet ambiëren of wel ambiëren. Maar goed, anyway. Wat ga je als eerste doen? Wat is je focus? Als je van Amsterdam die lieve stad wil laten blijven die nu is. En ik heb een volgorde hier en die ga ik gewoon aanhouden. Ik ga heel graag vragen aan D66, aan Reinier van Dantzig, om als eerste een statement te maken en de klok gaat aan. Wat ga je doen? Bedankt. Kijk, D66 gelooft dat de beste manier om de tweedeling te bestrijden, te zorgen voor een gemengde stad. Een stad waar elke inkomensgroep een gelijke kans heeft op een woning. En wat je nu merkt in heel veel Amsterdamse buurten is dat het of arm is, of rijk, of arm of rijk, maar met veel te weinig ertussenin. En dat betekent dat D66 echt wil inzetten op een eerlijke kans voor middeninkomens om in elke wijk te wonen. Dus veel meer middenhuur. Maar dat is natuurlijk wel iets, en daar moet je eerlijk over zijn, iets wat een aantal jaar zal duren. In de tussentijd hebben we de beste manier om te zorgen dat iedereen een gelijke kans krijgt, zijn talenten maximaal kan benutten, is investeren in het onderwijs. En wat wij willen is dat we echt zorgen dat er scholen komen waar iedereen dezelfde kansen krijgt. Door behalve te investeren in de leraren, ook te investeren in huiswerkbegeleiding. Te investeren in bijvoorbeeld taallessen voor ouders met een taalachterstand op die school. En heel veel naschoolse opvang. En als laatste, en dat vind ik een hele belangrijke, is dat we de schuldenproblematiek in Amsterdam moeten oplossen. Door enorm te investeren in schuldhulpverlening. Zodat iedereen in Amsterdam dezelfde kans heeft. Dank u wel. We wisselen groot en wat kleiner af. Dus ik wil heel graag vragen aan Jaycee Veldhuizen om zijn eerste statement hier. Dankjewel. Nou ja, ik ga hem een beetje uitzoomen. Ik denk dat Amsterdam een... Excuseer trouwens, ik kijk op mijn telefoon. Sylvana was ziek, ik heb me net voorbereid en ik ben een nieuwkomer. Dus vandaar dat ik spreek. Maar ik denk dat Amsterdam een stad moet zijn waar je niet winstmaximalisatie en economische groei, maar de belangen van mensen, het klimaat en de democratie voorop staan. Iedere Amsterdammer moet zichzelf en de eigen talenten in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. En de verschillende initiatieven, bijvoorbeeld van Maak je Stad, die dragen hier in grote mate aan bij. Ik denk dan ook dat er een heleboel is om trots op te zijn in Amsterdam. Maar ik wil ook eerlijk zijn dat in verkiezingstijd dan lijkt het erop alsof de belangen van stadsmakers, van sociaal professionals, van kunstenaars en andere ontwikkelaars en verbinders gewaarborgd zijn bij de gevestigde politieke partijen. Ik zie echter ook dat de gevestigde politieke partijen links onder druk van de landelijke top of als gevolg van de drang om mee te moeten besturen meebuigen naar rechts. En de afgelopen 3 decennia is gevestigd links dan ook meegegaan met de neoliberalisering van onze samenleving. En ondertussen is rechts erin geslaagd om de schuld van de oorzaken daarvan in de schoenen van moslims en vluchtelingen te schuiven. Dus naast het actief bestrijden van racisme, bijvoorbeeld middels het dekoloniseren van het onderwijs, zeg ik dan ook dat het de belangrijkste issue is voor de aankomende 4 jaar om links weer naar links te trekken. En een stem op Amsterdam Bijeen is dan ook een stem voor een links van linkse kritische waakhond in de gemeenteraad. Dankjewel. De derde is openingsstatement, dan. Ik heb nog tijd over trouwens. Ja, nog heel veel, maar dit is voor de hele, dit is voor de hele eerste uur. Oh, ja. Oké. Stop de tijd, hè? Die lach is voor mij. Ja, oké. Ik vraag heel graag aan Ruger Groot Wassink van GroenLinks om het woord te nemen. Ja, dankjewel. Veel gaat goed in deze stad. Maar als je wat dieper kijkt, zie je dat de vercommercialisering leidt tot een enorme ongelijkheid. En die ongelijkheid die uit zich op talloze manieren. In waar we wonen, in of en hoe we werken. En ook in bijvoorbeeld hoe je het gaat doen op school. Elk onderzoek laat zien dat de segregatie in deze stad heel erg aanwezig is. En dat is wat mij betreft echt de grootste zorg en de grootste opgave voor een nieuw stadsbestuur. Omdat als we die segregatie niet tegengaan, ik denk dat de stad breekt en dat we onze ziel in die zin verliezen. En natuurlijk snap ik wel dat er behoefte is om aan een concrete beleidsmaatregel. Ik snap die vraag wel. Maar er is natuurlijk geen concrete beleidsmaatregel die in zijn eentje de tweedeling stopt. Wat we moeten doen is een heleboel dingen. En misschien gaat het er uiteindelijk wel om dat we het samen in samenleven opnieuw met elkaar definiëren. En dat betekent bijvoorbeeld het sociale weefsel weer herstellen door organisaties in buurten ruimte te bieden om aan de slag te gaan met buurtbewoners. En weer in contact met elkaar te komen. Heel concreet dan toch 2 dingen, want ik begrijp dat daar behoefte aan is. We kunnen op het gebied van armoede meer doen. We kunnen bijvoorbeeld als gemeente Amsterdam de wegbezuinigde achterstandsgelden voor leerlingen gewoon compenseren. Dan verbeteren we kansen van kinderen. Kunnen we allemaal gewoon doen. Maar het allerbelangrijkste is, wat mij betreft, geen concrete beleidsmaatregel, maar een opdracht aan mijzelf en een opdracht aan alle politici in deze stad, dat we op moeten houden naar onszelf en naar ons soort mensen te kijken en moeten kijken naar al die mensen in deze stad die misschien wel alleen maar bezig zijn met overleven, niet bezig zijn met politiek. Maar wij moeten constant uit onze eigen bubbel stappen. En dat is in ieder geval mijn voornemen voor de komende 4 jaar. De Piratenpartij, Jelle de Graaf. Alsjeblieft je openingsstatement. Ja, dankjewel. Sociale huurders in Amsterdam moeten andere trappenhuizen gebruiken dan vrije sectorhuurders en mensen die een koopwoning hebben. Ik kan het bijna niet geloven. Ik was op een bijeenkomst, een participatiebijeenkomst, waar een ambtenaar me over dit beleid vertelde. Van de corporaties, van de gemeente. En het doet pijn. Mensen met verschillende inkomensgroepen zouden in dezelfde buurt, zouden in dezelfde straat en zouden in hetzelfde trappenhuis samen moeten kunnen wonen in deze lieve stad. Dat is iets waar de Piratenpartij zich voor inzet. Wat je ziet, of wat ik zag op die avond, wat me misschien nog wel het meest verbaasde, was dat geen van de politici verbaasd was over dit beleid van de corporaties. En dat is misschien wel het grootste probleem met de gevestigde linkse partijen. Dat ze mee zijn gegaan in het frame van de neoliberale rechtse partij. Dat ze niet meer durven te denken buiten de gebaande paden. Dat ze niet meer verder durven te kijken. Dat ze niet meer daarvan af durven te stappen. En dat wil ik veranderen. Dat gaat over segregatie op de woningmarkt. Ik denk, als mensen niet samen leven fysiek, dan kunnen ze ook niet samen leven op een andere manier. Dat gaat over het onderwijs. Dat gaat over burgerrechten die gelijk moeten zijn voor alle Amsterdammers. Daar strijdt de Piratenpartij voor. Dankjewel. Eric van der Burg van de VVD. Ruger Groot Wassink heeft gelijk. Er is niet één maatregel die ervoor zorgt dat we de segregatie in deze stad tegengaan. Dat we kansongelijkheid in deze stad tegengaan. Je moet kijken naar je armoedebeleid. Je moet kijken naar je woonbeleid. Je moet kijken naar antidiscriminatiebeleid. Maar als ik wethouder blijf van deze stad en als ik weer de portefeuille zorg krijg, dan ga ik door met waar ik de afgelopen 8 jaar mee bezig ben geweest. En dat is de ongelijkheid in de zorg bestrijden. Want wat we zien in Nederland en ook in Amsterdam is dat iemand met een laag inkomen 19 jaar langer ongezond leeft dan iemand die een hoog inkomen heeft. En dat iemand met een laag inkomen 7 jaar eerder overlijdt dan iemand met een hoog inkomen. Daarom heb ik de afgelopen jaren heel erg ingezet op preventie in deze stad. Aanpak gezond gewicht is daar een voorbeeld van. Daaraan toegevoegd ook het anti-rookbeleid waar we mee bezig zijn. Maar denk bijvoorbeeld ook aan eenzaamheidsbestrijding. Daar zet ik mij de komende jaren voor in als ik wethouder zorg blijf van Amsterdam. Eric van der Burg. Ja, nu had ik eigenlijk Partij van de Dieren, dus we gaan gewoon, ik hou de volgorde aan en ik ga naar Laurens Ivens van de Socialistische Partij, de SP. Dankjewel. Ik maak mij wel eens zorgen om onze stad, want onze stad is natuurlijk prachtig, maar als we constateren dat 4 op de 10 scholen geen afspiegeling zijn van hun buurt. Ze moeten constateren dat iemand die gaat solliciteren, die een moeilijk klinkende achternaam heeft, vaak een buitenlandse achternaam heeft, dat die het moeilijker heeft om te solliciteren dan een ex-gedetineerde. Als ik merk dat racisme en discriminatie heel groot in onze stad aanwezig zijn, dan denk ik, er is maar één oplossing. We moeten elkaar blijven ontmoeten en elkaar blijven leren kennen. En als ik ergens enthousiast over ben, dan is het wel om door te gaan met de strijd die ik de afgelopen 4 jaar mocht leveren. De strijd voor betaalbaar wonen. De strijd waarin we niet alleen zeggen dat we betaalbaar wonen willen, maar we ook de maatregelen erbij nemen. Op het moment dat we constateren dat de woningen gesegregeerd zijn, dat er inderdaad een apart trappenhuis is voor degene met een hoog inkomen, voor een laag inkomen, niet alleen zeggen, maar ook de corporatie erop aanspreken en aangeven dat dat niet het beleid moet zijn. Ik wil doorgaan met deze strijd. De strijd die leidde tot meer sociale huurwoningen in plaats van minder. Die strijd die ertoe leidt dat nu voor middengroepen er een gereguleerd segment ontstaan is. En de strijd die ertoe leidt dat we ook bij de koopprijzen nu eindelijk gaan ingrijpen met antispeculatiebeding. En zorgen dat uiteindelijk mensen die in een woning willen er ook echt gaan wonen. Dat is de strijd voor betaalbaarheid, zodat we allemaal elkaar kunnen blijven ontmoeten. Dankjewel. Diederik Boomsma van het CDA. Ja, we hebben het over een tweedeling en segregatie. En ik wil eerst zeggen, je moet volgens mij ook oppassen dat je niet zelf in een frame stapt. Want wie zegt dat de samenleving wordt verdeeld in 2 kampen? De happy few en de have-nots. Waarom is er niet sprake van een 3-deling of een 4-deling of een 5-deling? Nou, dat toch even gezegd hebben. Het gaat natuurlijk het feit dat er verschillen zijn. En op zich zijn verschillen in de samenleving helemaal niet erg. En die zijn ook het gevolg van vrijheid. Alleen wat we niet willen is dat die verschillen het gevolg zijn of afhankelijk zijn van sociaal-economische positie of van etnische achtergrond. En nu is het ook nog eens zo in Amsterdam dat die vaak ook nog samenhangen. Dus dat is prioriteit nummer 1 om dat te gaan bestrijden. Want de contrasten in Amsterdam zijn ongelooflijk groot. Amsterdam heeft een hele snelle economische groei, maar nog steeds een lager gemiddeld inkomen. Amsterdam heeft, elk jaar komen er 10.000 mensen bij. En toch zijn er heel veel mensen die de stad uitgaan omdat ze geen plek kunnen vinden. Amsterdam heeft, hier worden de grootste en meest luxe penthouses gebouwd, maar heeft ook de kleinste gemiddelde woningen. In Amsterdam komen heel veel mensen uit heel Nederland studeren. En toch is 1 op de 5 mensen laaggeletterd. In Amsterdam zijn we een tolerante, gastvrije stad voor vluchtelingen. En toch zie je ook hier spanningen waarbij bijvoorbeeld mensen uit de Joodse gemeenschap zich niet veilig meer voelen om over straat te gaan. Al die dingen die moeten wij gaan aanpakken. En dat is inderdaad, daar is geen toverstokje voor om dat met 1 pennenstreek te doen. Dat is ook al gezegd. Het is ook afhankelijk van een houding waarbij we ons allemaal gaan realiseren dat we dit voor op de agenda zetten. Dat wij dit met z'n allen inderdaad uit die bubbel stappen, het gesprek aangaan en die verbinding gaan zoeken. Dankjewel. Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid. Dankjewel, Natasja. Het is werkelijk onmogelijk om in 3 minuten te vertellen wat je allemaal wilt doen aan kansongelijkheid. Dat is het belangrijkste, hè? Even ja. Want daar gaat het over. Dat is de reden waarom ik in de politiek ben gegaan. En dat is waar ik me de afgelopen 8 jaar mee bezig heb gehouden in de politiek. Want ja, we leven in een lieve stad. Ik denk dat Amsterdam misschien wel de liefste stad is van de wereld. Het is in ieder geval de meest diverse stad. En het is een stad waar er altijd een linkse meerderheid is geweest. En Mark Rutte, onze premier, die waarschuwde deze week dat er misschien wel eens een linkse meerderheid in Amsterdam zou kunnen ontstaan. Nou, deze man heeft zelf geschiedenis gestudeerd, maar niet de geschiedenis van Amsterdam. Want we hebben hier altijd een linkse meerderheid gehad en dat maakt Amsterdam ook die fijne stad die we vandaag de dag hebben. Maar die lieve stad van Eberhard was niet alleen een opmerking over hoe de stad is, maar ook een opdracht. Een hele belangrijke opdracht. Want we moeten ervoor zorgen dat die 181 nationaliteiten, die enorme diversiteit, dat die ook in de stad behouden blijft. En dan zie je best dat er grote verschillen nog zijn in de stad. Onderwijs vind ik daar misschien wel het allerbelangrijkste van. Als je ziet dat in Zuidoost 80% van de kinderen naar het VMBO gaat en in Zuid 80% van de kinderen naar het VWO, dan heeft het natuurlijk niks met intelligentie te maken, maar met de kansen die ze van thuis krijgen. Dus als we echt iets willen doen aan kansenongelijkheid, dan moeten we enorm investeren in die scholen waar kinderen het allermeeste mee moeten krijgen. En dan nog één ding. Je ziet dat de politiek enorm aan het versnipperen is. En dat heel veel politieke partijen alleen nog maar één deelbelang willen vertegenwoordigen. Maar juist in Amsterdam hebben we een partij nodig die het algemene belang wil vertegenwoordigen. Laten we met elkaar die lieve stad ook in de toekomst houden. Dank je wel. Marjolein Moorman. Ik ga heel graag naar de ChristenUnie. Don Ceder. Ja, dank u wel. Ik heb de afgelopen jaren het genoegen gehad om als advocaat Amsterdammers bij te staan die in de hoek vallen waar de meeste klappen vallen. Mensen met schulden, Amsterdammers die geen woning meer hebben en Amsterdammers die het allemaal niet, op het droge hebben. En één ding wat dat mij geleerd heeft de afgelopen jaren is dat een rechtvaardige samenleving, de toetsgraad en toetsingskader voor mij is hoe je omgaat met de meest kwetsbaren. En hoe je omgaat met zij die misschien niet voor zichzelf kunnen opkomen. En ik denk dat we daar in Amsterdam nog wat meer aan kunnen doen. Ik besef me heel goed dat als we het hebben over tweedeling, als we het hebben over segregatie, dat het heel verleidelijk is om alleen te spreken over de fysieke segregatie. En inderdaad, dat is een onderdeel. En als we het hebben over gemengde scholen, gemengde wijken, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik denk dat we een veel belangrijker probleem niet benoemen en daardoor ook kansen missen. En dat is een mentale segregatie. Je kan een buurman of een buurvrouw hebben die uit een heel ander segment komt of een heel andere achtergrond heeft als waar jij vandaan komt. Maar je kan nog steeds nauwelijks ooit met haar gesproken hebben. Je kan gemengde scholen hebben, maar de meest gesegregeerde pauzes en kantines op het moment dat de kinderen weer mogen kiezen. Ik denk dat we iets moeten doen aan de hart van de gemeenschap. We moeten dus terug naar de gemeenschap dat als een buurman of een buurvrouw een nood heeft, we niet in de eerste plaats kijken naar de politiek, maar allereerst kijken naar wat kan ik doen. En daar is waar ik mij in de komende 4 jaar voor wil gaan inzetten namens de ChristenUnie. Dank u wel. Dank u wel. Goed. En last but not least, Ellen Schutten. Nou, dankjewel. 50 plus. Nou, ik zit eigenlijk aan de seniorentafel. Er is één die is ouder dan ik. Dus ja, hij is echt de oudste. En hij rent ook hard. En daarnaast wil ik even onze Jelle heel erg complimenteren van de fantastische poster die ik vandaag zag. Poedelnaard. Ik zou je zeggen, ik kom net van de jongere generatie. 50 min. En dan doe je dat soort dingen nog. Nu kom ik in de wereld van de wijzen en dan ga je wat minder naakt. Maar ik vond hem echt te gek. Ik vond hem fantastisch. Waar het bij ons om gaat is dat wij niet alleen maar voor de ouderen zijn. We willen natuurlijk jong en oud verbinden. Het is natuurlijk heel raar dat ik hier zit voor alleen maar de hele echte ouderen. De tweedeling wat ik heel erg zie is dat de jongeren hebben het over de ouderen als... Ja, weet je, die oude zeuren en weet je, laat ze lekker stikken en weer zeuren dat ze geen werk hebben en de zorg en ze hebben kwalen. En de ouderen zeggen weer, daar ben ik ondertussen ook eentje van, dat jonge grut moet maar eens even kappen, moet even weer normen en waarden leren. Nou, die tweedeling die wil ik gewoon absoluut niet meer. Ik wil dat we samen gaan. En daar begin je mee met sowieso mengen. En mengen doe je met wonen. En je hebt hele grote kantoorpanden, die staan allemaal leeg. Laat daar gewoon studenten wonen met met ouderen. Ik was gisteren bij het daklozendebat, Don ook. Weet je wel, er zijn mensen die willen doorstromen. En iedereen eigenlijk zoekt dan voor weinig geld toch een goede woning. En daar gaat het met... Maar hoeveel tijd heb ik nog? Mag ik nog door? Ik mag gewoon door... Ja, doe ik het goed, oudje. Doe ik het goed? Ja. Gewoon doorgaan. Ja, gewoon door. En nou, het tweede is... nou, ik heb dus ook een speakbrief, want ik ben wat ouder. Werken. Ik ben voor anoniem... Ik ben... Ja, jij deed het op je telefoon. Ik ben voor... Ja, echt. Dat zag ik. Zat ik net te twitteren? Oh, je zat te twitteren weer. Ik twitter niet. Ik vind Twitter echt... Twitter is een speelveld. Ja, Twitter... Ja, dat moet je niet twitteren. Focus. En dan heb ik het over anoniem solliciteren. Don is daar ook voor, dat weet ik. Want de ouderen die worden vaak gediscrimineerd vanwege leeftijd. Jongeren, en met name allochtone jongeren, vanwege hun naam. Dus ik wil dat de gemeente begint met anoniem solliciteren. Dus je mag niet meer gekozen worden op leeftijd. Je hoeft niet meer de data van de diploma's en je voor- en achternaam door te geven. Alleen maar puur je cv en je mooie motivatie. En dan word je in ieder geval uitgekozen om een keer een gesprek te voeren. En ik vind dat daar de gemeente mee moet beginnen. En nu stop ik. Dankjewel, Erik. Nee, dat is niet waar. Niet. Nee. Ik wil wat tijd van Erik. Echt, hem afgeleid. Goed. Ja, dat is de hele truc van deze hele avond. Het is gewoon andere sprekers afleiden. Ja, zodat ze... Oké. Dat is mijn schuld. Nee. Geef Ellen even 10 seconden erbij. Dan heeft hij dat. Alsjeblieft, dankjewel. Goed. Nee, joh, grapje. Dank. En natuurlijk heeft u gelijk dat het woord tweeleling, dat is natuurlijk niet, dat wordt vaak gebruikt, maar het ging over een verbonden stad en de vraag was, waar legt u dan de nadruk op als eerste interventie? En een aantal van u noemt allemaal belangrijke onderwerpen, maar er zijn er denk ik 4, denk ik, groot, hè? Dus de woningmarkt, onderwijs, cultuur en samenleven, om het maar even zo te zeggen, en zorg. Klopt dat? Heb ik ze dan de belangrijkste 4 gepakt? Ongeveer. Dank je. Als ik dan eerst naar u 3 ga. Want u, meneer Boomsma, die noemde allerlei vormen van een stad die niet verbonden is. U zegt, ja, we hebben allemaal groepen die elkaar niet vinden. We hebben de grootste penthouses en de kleinste woningen, et cetera, et cetera. Maar wat is dan, als u Amsterdam een lieve stad gunt in de komende 4 jaar, zegt u... Daar maak ik me de meeste zorgen over dat dat niet gebeurt. Oh jij, of het zo vond. De meeste zorgen dat dat niet gebeurt? Ja, dat ons dat niet gaat lukken. Nou ja, ik denk inderdaad, wat Marjolein ook zei... dat je ziet nu dat er nieuwe partijen komen die zich vooral richten op een deelbelang. Ik zie ook in de samenleving natuurlijk dat die identiteitsvragen belangrijker worden. En ik zie ook dat sommige mensen, ik heb het gevoel, zich afkeren van elkaar. Dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Dat sommige jongeren bijvoorbeeld... met een Turkse achtergrond, Turkse Amsterdamse jongeren... Ja, zich sterk op Turkije gaan identificeren. Okay. Dat andere islamitische jongeren zich af gaan zetten tegen de westerse samenleving... en ook autochtone jongeren zich af willen zetten tegen islamitische jongeren. Ik denk dat dat eigenlijk de grootste uitdaging is... om die sociale cohesie daar te bewaren. Oké, dus heel goed. Jelle de Graaf heeft dat als eerste door hoe het handig is. Als je dan even zegt dat je wil reageren, dan mag het. Jelle. Ja, ik ben zelf jongerenwerker. Ik ben zelf ook nog redelijk jong. En jongeren die zich afzetten, dat is natuurlijk van alle tijden. En wat je hier doet, Diederik, dat vind ik best wel kwalijk. Dat is weer als eerste Turkse jongeren eruit lichten. Weer als eerste islamitische jongeren eruit lichten. Volgens mij is dat niet wat je moet doen om de stad te verbinden. Wat je moet doen om de stad te verbinden is mensen samenwerken. Zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft. Zorgen dat de economie eerlijker verdeeld wordt. En niet mensen tegen elkaar opstoken. En dat is wel wat je nu aan het doen was. Nou ja... Korte reactie. Ik heb heel duidelijk gezegd dat het niet alleen gaat om die jongen. Ik heb ze alleen als inderdaad genoemd. Maar ik denk dat we zeker niet geholpen zijn bij het uit de weg gaan van die vragen. En de gedachte dat dan mensen dichterbij brengt, dat is ook zo achterhaald. Dat stadium moeten we nu echt voorbij zijn. Okay. Ja. Ruger Groot Wassink. Nee, ik ben het wel eens met Jelle. Want ik denk ook dat als je gewoon kijkt naar het Amsterdam van nu... dan gaat dat over het algemeen heel goed samen. Maar waar de echte problemen zitten is wat mij betreft de arbeidsmarkt en het onderwijs. Mm-hmm. En vooral dat onderwijs is echt een soort sorteermachine. En daar is de afgelopen jaren is dat verslechterd en niet verbeterd. En daar moeten we volgens mij echt iets aan doen. En dat kan ook door heel... Nou, ik heb voorgesteld, hè, die gewichtenregeling heet dat dan, om die aan te pakken. Maar er zijn ook andere dingen. Wat mij betreft brede scholen, minder nadruk op advisering. En nou hou ik op, want anders heb ik nog maar 30 seconden. Mag ik hier iets aan toevoegen? Want daar, natuurlijk, dat onderwijs is ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat het dus ook heel belangrijk is om het dreigende lerarentekort, om dat echt prioriteit nummer 1 te maken. Want het tekort aan leraren, dat treft voor het eerst de zwakste scholen. Dus daar moeten we, dat wordt prioriteit voor ons allemaal, denk ik, om te proberen dat beroep weer meer staats te krijgen, om het weer aantrekkelijk te maken en een heel palet aan maatregelen daartoe te nemen. Goed, meneer Van Dantzig, gewichtenregeling. Als u in het college komt, gaan we daar wat aan doen? Nou, ik denk dat dat wellicht een goed idee is. Al waren het maar om dat GroenLinks daar al de hele campagne ferm op inzet. En u zegt, dan hoef ik niks meer te zeggen, want dan komt het vanzelf goed. Nee, helemaal niet. Ik wilde juist een compliment maken aan Ruger Groot Wassink van GroenLinks. Ik weet dat dit een belangrijk punt is en ik zie dat ook. Kijk, wat mij betreft moet het niet uitmaken waar je woont om het beste onderwijs te krijgen. En dat betekent dat we vooral moeten inzetten op de beste leraren bij het beste onderwijs. Waar ik nog wel echt een punt van wil maken is dat je ook om de school heen ontzettend veel kan organiseren. Wat ik heel belangrijk vind is dat veel scholen die dat willen een zogenaamde alles-in-één school worden. Zodat de jongeren die bij hun op school zitten ook na schooltijd en soms ook daarvoor begeleiding kunnen krijgen. Is dat een brede school, maar dan in een nieuw jasje, de alles-in-één school? Ja, en dat heeft ook vooral te maken met huiswerkbegeleiding. Wat ik echt schrijnend vind is dat kinderen die in Zuid geboren zijn veel vaker de huiswerkbegeleiding krijgen en het netwerk wat nodig is om te slagen in Amsterdam. En kinderen in andere buurten, bijvoorbeeld in Nieuw-West of in Zuidoost, dat moeten missen. Vind ik een groot onrecht en dat zou ik graag herstellen. Goed. Ja, mag hoor. Meneer Veldhuizen. Ja, ik wil ook wel wat zeggen. Ik heb twee vragen. Dan eerst aan Reinier. Als u het onderwijs zo belangrijk vindt, steunt u PO in actie? Wij doen dat wel en ik vraag me af of u dat doet. En Erik, ook gelijk een vraag aan jou. Je maakt je zorgen over segregatie in de zorg. Dan denk ik, stop dan met die marktwerking in de zorg. Het idee dat er geld verdiend moet worden met zorg, dat is absurd. En schaf gewoon de eigen bijdrage voor de WMO af. Even checken. Je had twee vragen, dus ik vraag... Ja, natuurlijk. Ja, het begint bij de leraren, die moeten veel beter betaald worden. De werkdruk moet worden. PO in actie wordt gesteund door D66, heel goed. Oké. We gaan naar Eric van der Burg. Vraag aan u. Als we kijken naar de marktwerking in de zorg, omdat er geen geld verdiend mag worden in de zorg, dan constateren we dat iedereen die in de zorg werkt geld verdient, dat is terecht ook. En als we gaan kijken naar de instellingen, dan zijn het vooral non-profit organisaties die het geld niet uitkeren aan aandeelhouders, maar die het geld investeren in de zorg. Dus ik zie daar niet zozeer het probleem zitten. We moeten wel veel investeren in de zorg. Dat doen we in Amsterdam ook al jaren. En als het bijvoorbeeld gaat over de eigen bijdrage in de WMO, dan is die door de gemeenteraad al nagenoeg afgeschaft. Op een hele hoop punten is die al afgeschaft. En op andere is die nagenoeg het laagste van Nederland. Een GroenLinks-initiatief, geloof ik, hè? Dat is een GroenLinks-initiatief. Nee. Ik zeg het even. Daar heeft Rutger gelijk. En dat is een GroenLinks-initiatief geweest wat is overgenomen. Dus daar ligt volgens mij niet het kernprobleem als het gaat om de zorg. Als het gaat om tweedeling in de zorg, dan gaat het er vooral om dat heel veel mensen bepaalde informatie niet hebben die anderen wel hebben. Dat heel veel mensen het netwerk niet hebben wat anderen wel hebben. Dat heel veel mensen geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Kijken we bijvoorbeeld naar de jeugdzorg, dan zien we dat de jeugdzorg die het meest gebruikt wordt in Amsterdam-Zuid is. En niet in Amsterdam-Zuidoost. Terwijl je dat op allerlei data omgekeerd zou mogen verwachten. Dat is niet omdat de mensen in Zuid overvragen, maar die weten exact wat ze wel voor hun kinderen kunnen krijgen. En dat weten de mensen in Zuidoost niet. En daar moeten we meer aan gaan doen. Laurens Ivens. Ja, worden hier terecht twee problemen geconstateerd. Aan de ene kant de onderwijzers die we te weinig hebben. En aan de andere kant ook bij de verzorging hebben we ondertussen te weinig verzorgenden. En ik maak me daar wel echt oprecht zorgen over. En dat begint dus bij eerlijk belonen. Dat hoort ook bij PO in actie, Reinier. Dat betekent dat ook daar het Rijk... Dat betekent... Fijn, hij bevestigt het. Dat is fijn, want dat betekent dus dat D66 binnenkort eens over de brug mag komen. Wat ze landelijk tot nu toe niet doen. Want daarvoor staken al die leraren. Afgelopen woensdag was het heel rustig bij de scholen. Dus dankjewel voor deze toezegging vanuit D66. Dus geld voor de onderwijzers komt er. Maar bij de zorg geldt hetzelfde. Bij de zorg moet je natuurlijk ook zorgen dat de mensen zich weer gerespecteerd voelen en weer fijn voelen om het werk te doen. En als je de bureaucratie ziet die er nu in die zorg zit. Die zorgmedewerkers, de 28 zorgaanbieders die er zijn. Die allemaal inderdaad toch wel degelijk wat geld willen verdienen. Terwijl de zorgmedewerker zich niet serieus genomen voelt. Ik maak me daar echt oprecht zorgen over. Als je ouder wordt, kan je er dan nog op rekenen. Dus echt waar, schaf de bureaucratie af. En dan kom je toch echt op uit. Schaf de marktwerking af. Marjolein Moorman. Ja, het is altijd grappig, want mensen gaan naar een debat en denken dan dat het vooral partijen zijn die elkaar in de haren vliegen. Maar het is ook altijd één grote flirt, want hierna moeten we natuurlijk met elkaar gaan besturen. En dat ik is voel dan ook de flirt ook wel, hoor. Ja, nee, ja. Wat heb je een mooie jurk aan, Marjolein? Dank je wel. Het gaat allemaal van mijn tijd af, hè? Maar het is een goed compliment. Maar het is ook daarmee wel heel mooi. Want er is de afgelopen jaren heel veel in onderwijs geïnvesteerd. En we hebben eigenlijk gezien dat de segregatie alleen maar toeneemt. En dat de ongelijkheid alleen maar is toegenomen. Dus in die zin ben ik heel blij dat heel veel partijen zich daar nu positief voor uitspreken. Maar één ander belangrijk punt is ook echt de woningmarkt. En een aantal partijen hebben dat genoemd. En ik heb een vraag aan Jelle. Want wat jij benoemt is terecht. Het zou heel erg zijn als we net als in Londen poordoors hebben, waarbij mensen in de sociale huur door een andere deur gaan dan mensen die in een koopwoning of in een duurdere huurwoning wonen. Maar ja, mijn vraag aan jou is, want jij bent van de naakte waarheid, waar is dat op dit moment in Amsterdam? Nou, ik kan wel zeggen waar ik dan een paar maanden geleden op die avond was. Dat ging over het verlengde van de Jan Eeftersstraat, waar een heleboel woningen gebouwd worden. En het ene blok, dat is het blok met de gezinswoningen. Het blok daarnaast is het blok met de kleinere sociale huurwoningen. En het blok daarnaast is het blok met de koopwoningen. En dat is dus, wat mij betreft, economische apartheid. En dat moeten we in Amsterdam niet willen. Het is niet zeg maar één woningblok met twee verschillende trappen, maar het zijn drie woningblokken naast elkaar. Ja. Ja, precies. Nee. Ja. 300 meter hier vandaan, 4 etages sociale woningbouw met er in de plint ateliers. En daarboven 5 verdiepingen, maar met een eigen ingang, vrije vestiging. En daarboven nog penthouses die dezelfde ingang hebben als de vrije vestiging. Maar wat men... Punt is, niet alleen is het hier zo, er wordt bijgebouwd in projecten waar de gemeente een onderdeel van is. En ook daar gaat het op die manier gebeuren dat je dus verschillende inkomensgroepen in verschillende blokken hebt zitten. En de partijen, in ieder geval de partijen hier in het college, die zijn daar mede verantwoordelijk voor. Maar... Okay. De Jan Evertsenstraat, het verlengde van de Jan Evertsenstraat, nee, dat heb ik net gezegd. Ja. Goed, maar Natasja, misschien mag ik erbij. Dank. Ik wil gewoon Nieuw-West. Nee, dan gaan mensen nu op de rechtvaardigheid van de klokken uit een aanzetter. Er wordt nu gevraagd of jullie dat wel eerlijk doen, maar ja. Rustig, het komt echt goed. Maar Natasja, mag ik? Ja, graag. In mijn 9 seconden die ik nog heb. Die flirt van Erik heeft mij veel seconden gekost. Maar Jelle, waarom ik het je vroeg, en die meneer heeft gelijk. Dat is inderdaad de enige plek, en de PvdA heeft er vragen over gesteld. Laten we in Amsterdam inderdaad gemengd blijven bouwen, maar laten we elkaar dan ook op links niet steeds de maat nemen. Want tot nu toe hebben we dat altijd gedaan en laten we daarmee doorgaan. En ik hoop dat jij dan ook meedoet, Jelle. Dankjewel. Ja, een oproep om elkaar de maat niet te veel te nemen. Goed. We gaan de klok kijkende. Hebben 2 mensen nog redelijk wat spreektijd. Namelijk 47, 49, 45, 3. En de rest begint in de gevarenzone te komen. Maar u heeft heel wat kunnen zeggen. Ik wil even ruimte maken voor de zaal. En jullie mogen als zaal gewoon aan iemand vragen stellen, maar het liefst dus niet meer iemand die geen kloktijd heeft. Dat is een beetje. Maar stel dat u dat niet kan, dat het echt noodzakelijk is dat u hier eigenlijk bent. Daisy wilde heel graag nog wat zeggen. Gaan we onze tijd nog wel afmaken of niet? Ja, rustig. Ja? Gaat het gebeuren. Wil je nu verder? Het is een intermezzo van de gasten. Nee, kan ook zo. Maar als je antwoordt op iemand uit de zaal, gaat je klok wel weer aan. Snap je? Ja. Oké. Maar goed. Maar anders dan wil ik nu nog wel iets zeggen. Want het is, het idee is dat hier mensen zijn in de zaal en die hebben specifieke vragen en dingen. Ja. En we gaan het zien. Je mag zo, ik geef jou zo, let op. Je krijgt echt zo nog het woord. Ik zal me proberen gedijst houden. Helemaal niet. Aan Jelle van de Piratenpartij. Jij zegt van de schuld ligt wat betreft het wonen bij het huidige bestuur. Ja. Zijn het niet de woningcorporaties die eens flink aangepakt moeten worden? Die de seniorenwoningen bijvoorbeeld aan de markt onttrekken. En dat gaat met hele blokken tegelijk? Uiteraard, maar wat er moet gebeuren is, maar als er op gemeentegrond gebouwd wordt, als er wordt ontwikkeld mede door de gemeente, dan heeft het college daar ook een rol in. Maar hij is klaar. Hij heeft geen spreektijd meer. Ah, jammer. 5 seconden? Ja. Het gaat over de huidige woningen die verkocht worden, zegt deze mevrouw. En die dat moet gestopt worden. Dat is wat ze zegt. Ik kom na afloop naar u toe. Heel goed. Ik heb een vraag aan Eric van der Burg, naar aanleiding van zijn opmerking over Zuidoost en het aantal mensen daar dat weet wat er aan voorzieningen bestaat. Wat gaat de VVD doen om de informatievoorzieningen vanuit de gemeente te verbeteren over mogelijkheden, bijvoorbeeld voor armoedebestrijding, regelingen die er bestaan, of voor een eerlijke zorg zoals meneer van der Burg voorstaat? Oh nee. Oh nee. Edit? Nee, blijf van die tijd af. Ja. Ja, ik ben gehackt. Rustig. Oké, meneer Van der Burg, heel graag. Ja, nee, ik had nog 49, zijn maar 2 seconden afgenomen, maar dat maakt niet uit. Als het gaat om de armoederegelingen, dan heeft SP-wethouder die daarvoor verantwoordelijk is, Arjan Vliegendhart, daar ongelooflijk veel goed werk in gedaan het afgelopen jaar. Want in de eerste jaren waren de armoedevoorzieningen in Amsterdam nog onderbenut, omdat veel mensen niet wisten dat ze er gebruik van konden maken. Maar dankzij zijn inzet en zijn acties zien we dat niet meer en wordt het armoedegeld opgebruikt. Dus daar is al heel veel gebeurd door de SP'er die daar verantwoordelijk voor is. Als het gaat om zorg, heb ik in het kader van de aanpak Gezond Gewicht juist volledig ingezet op de wijken als Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Om juist daar ook de informatie te verstrekken. Met ook goed resultaat. Want juist onder die groepen zie je dat kinderen echt gezonder zijn geworden. Echt minder overgewicht hebben gekregen. Juist ook in de arme wijken en in de arme groepen. En daar wil ik vooral mee doorgaan de komende tijd. En daarnaast zullen we... Genoeg. Punt. Nee, het is oké. Nee. Daarnaast maakt u zin af. Nee, ik ben van afspraak is afspraak. Dus... Meneer Boomsma. Ja, dat plaatst Erik een beetje in de last van het pakket. Want ik vind dat hij terecht wethouder Vliegendhart nu prijs voor het armoedegeld... en dat dat bereik daarmee echt is verbeterd. Alleen volgens mij is de VVD nou net de enige partij ongeveer... die pleit in het verkiezingsprogramma voor het weer afschaffen... en terugschalen van die armoederegelingen. Ook tot een lager niveau van inkomsten. Nee hoor. Wordt neergezet. Ja. Rutte Groot Wassink. Nou, dat is de VVD zeker niet alleen. Ook D66 bijvoorbeeld bezuinigt op armoede. Maar waar we het volgens mij ook wel echt over moeten hebben is werk. En hoe zorgen we nou dat meer mensen ook gewoon aan het werk komen? Hoe zorgen we dat jongeren met een biculturele achtergrond aan het werk komen? En ik vind echt dat de overheid daar veel meer in moet doen. Ik was bij ondernemers in de Kalverstraat en die zeggen wij hebben banen. Alleen we kunnen niet bij de overheid terecht om jongeren te vinden. En daar zit echt veel winst, want de overheid moet echt meer doen. Okay. Eens. Don Ceder. Ja, mee eens. Ik denk dat als we kijken naar de uitsluiting van bepaalde groepen, dat de overheid aan het zet is. Ik was gisteren bij een 50-plus debat en daar zie je dat onterecht ouderen worden afgeserveerd. Ja, nee, jij was daar niet, maar goed. Meneer Hofwijks die was daar. Nee, maar dat we ouderen onterecht afserveren. En daar denk ik dat de rol voor de gemeente ligt om te zorgen dat ook die weer aan het werk kunnen. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen, zeg je. En niet alleen, ja, inderdaad. Maar dat komt er ook weer op neer. En ik denk, en dat hoor ik nog te weinig terugkomen. Ik denk dat we een te grote broek aantrekken als wij plannen noemen. En dan heb ik het nog steeds over de gemengde wijken. Alsof dat segregatie, mentale segregatie in de stad zou oplossen. Hoeveel mensen hier kennen hun buurman of buurvrouw nou echt? Ik denk dat we dat is minder dan de helft. Nee, dat is mooi en dat is heel goed. Dat is heel goed, maar om meer aan te geven, de andere helft die stak hun hand niet op. Daarmee wil ik zeggen, er ligt de uitdaging bij de gemeenschap. Ik denk dat we als gemeentebestuur anders moeten gaan kijken naar de stad. Wat heeft de gemeenschap nodig? Want we hebben het niet gehad over de stijgende eenzaamheid die steeds groter en groter wordt. Gemengde wijken gaan het niet oplossen. Gemengde scholen gaan het niet oplossen. De gemeenschap is aan zet en de gemeentebestuur zou zich moeten afvragen. Stad Amsterdam, hoe kunnen wij u van dienst zijn? Dank. JC, ben je er klaar voor? Ik ben er zeer zeker klaar voor, jawel. Marjolein, je zegt dat links elkaar niet de maat moet nemen, maar dat vind ik eerlijk gezegd problematisch. We moeten niet alleen constructief, maar juist ook kritisch zijn op elkaar als we vooruit willen komen. En dit zeg ik met alle respect voor uw inzet als raadslid, maar als de PvdA meer naar de kritiek van links zou luisteren, dan zouden ze het wellicht beter doen in de peilingen. Bijeen wordt vaak geframed of weggezet als een migrantenpartij. Of ook nu hoor ik ook weer een one-issue-partij. Maar nee hoor, wij zijn een linkse partij. En alhoewel wij wel degelijk antiracistisch zijn, denk ik juist dat wat ons uniek maakt is dat we antiracistisch zijn, dat we feministisch zijn en dat we anticapitalistisch zijn. Goed, meneer Van Dantzig. Ja. Nou, ik vond dit een heel constructief debat, omdat we elkaar eigenlijk een keer niet de maat hebben genomen, maar vooral verteld hebben. Nou ja, oké, JC vertelde al. Dit is mijn eerste keer. Maar ik vind in heel gevallen dat er is niet zo heel veel verschil tussen alle Amsterdamse partijen op het punt van segregatie. Nee, ik denk echt dat iedereen tegen armoede is. Iedereen is voor goed onderwijs en iedereen wil gemengde wijk. En dat is ook waarom ik zo'n trotse Amsterdammer ben. Omdat we hier altijd de boel bij elkaar hebben gehouden. En ik wil op alle partijen echt een beroep doen dat we dat ook de komende 4 jaar in de gemeenteraad volhouden. Want ik ben me gisteren, en ik denk net als velen, te pletter geschrokken van een verkiezingsfilmpje over de islam. En dat gaat over heel veel van onze Amsterdammers. Amsterdammers die dat gewoon rondom het 8 uur journaal keken. En ik wil echt zeggen, dat moeten we niet tolereren in deze stad. In deze stad hoort iedereen erbij. En dat moeten we in de gemeenteraad blijven uitstralen. Meneer Ivens, u bent de laatste die nog spreektijd heeft. En nee, Ellen, en je hebt heel goed, dus ik kom bij jou. Ik zie het ook. Het is best wel aanwezig, die klok, hè? Dus dat komt goed. Meneer Ivens. We hebben de afgelopen jaren geprobeerd mensen aan het werk te krijgen door onder andere met een werkbrigade aan de slag te gaan. En je merkte dat die mensen die daarmee aan de slag konden, wat nuttigs konden gaan doen, dat die dat heel erg zich weer gewaardeerd voelden. En wat volgens mij een mooie uitdaging is, we hebben een duurzaamheidsuitdaging en we hebben nog steeds mensen die werk zoeken. En we hebben lege dagen. Laten we dat nou eens met elkaar combineren en zorgen dat mensen op die lege daken zonnepanelen gaan leggen. Daarmee maken we en duurzaamheidswinst en doen mensen weer echt mee in onze samenleving. Goed zo. En natuurlijk de laatste, last but not least, maar wel de wijste. Ik ga het zo dadelijk ook hebben over eenzaamheid. Ja, je bent er ook in. Ik ga het zo over eenzaamheid hebben. En dat is, dat wil ik even heel snel zeggen. Je hebt 300.000 eenzamen in Amsterdam en 80.000 extreem eenzamen. En daar wil ik wat aan doen. Ja, daar heeft... Laat ik daar dan op zijn minst van zeggen dat die aanpak eenzaamheid de afgelopen 2 jaar na motie van de Partij van de Arbeid is aangenomen door de hele gemeenteraad. En de afgelopen 1,5 jaar onder leiding van Eric van der Burg een waanzinnige aanpak eenzaamheid is ontwikkeld. Ja, dus daar hoop ik de komende jaren nog echt iets van te merken. En dat die getallen naar beneden gaan in deze stad. Goed. Ik vond het fijn, meneer Van Dantzig, dat u het morele geweten wilde zijn wat je als gespreksleider eigenlijk wil zijn. Hè? Nou, namelijk samenvatten dat het mooi is. Dat u zei dat u blij was dat mensen elkaar niet de maat namen. Er waren een aantal mensen die toen een beetje... Prikjes waren het volgens mij. Kleine prikjes, vond u dat. Goed. Ik denk dat we wel een heel goed beeld hebben van wat jullie verschillende... in ieder geval... aanvliegroutes zijn op deze vraag. Hè? Hoe we die lieve stad, die verbonden stad houden. En dat u daar verschillende prioriteiten op stelt. En volgens mij hebben we daar een goed beeld van gekregen. Tenminste, ik kijk even naar de zaal. Maar zijn er mensen die nog twijfelen? Dan kom ik zo bij. Zijn er nu nog in de lijst, want de officiële spreektijd is voorbij. Maar zijn er mensen die zeggen, ik moet nu echt nog heel kort even reageren op iets wat er gezegd is. Want anders, en niet allemaal nu, en niet even, want anders kan het niet. Wie zegt, ik moet echt wat zeggen, anders kunnen we niet door. Ja, ik zie u. Ja. Ja, niemand van de lijst, dan ga ik naar de zaal. Nou ja. Ja. Lijst 24, Carrie, on the move. Ja, maar ik ga niet voor mijn eigen partij preken. Ik heb een vraag aan Eric van der Burg. En ik betaal nog steeds een eigen bijdrage. Ik heb een inkomen waardoor ik voor helemaal nergens voor in aanmerking kom. En daardoor merk ik dat ook in mijn portemonnee. Dus het verbaast me om te horen dat je zegt dat dat niet zo is. Ik mag dan toch antwoorden? Ja, dat mag zeker. Ja. Voor de meeste WMO-voorzieningen zijn de eigen bijdrages afgeschaft. Voor andere voorzieningen zijn die naar beneden bijgesteld. Dan gaan ze nu naar €13 per 4 weken. Daarnaast zou het kunnen zijn dat je ook nog eigen bijdrages hebt omdat je een WLZ-voorziening hebt. Dat weet ik niet. Dan wel dat je nog een eigen bijdrage moet betalen vanwege je ziektekostenverzekering. Maar als jij een inkomen hebt wat niet boven de €35.000 ligt, dan betaal je normaal gesproken in Amsterdam voor de meeste WMO-voorzieningen niet meer dan een maximum van... Ik ga er even vanuit dat je alleen wonend bent, van €13. Wij kennen elkaar al wat langer. Precies. Dus dat is, ik zei het niet op basis van enige profilering. Wij kennen elkaar al wat langer. Maar dan kunnen dingen veranderen. Ja? Wat zeg je? Kloppen deze getallen? Nee, ik snap het niet. Want ik betaal nog steeds een hele hoge eigen bijdrage. Nou, dan ga ik... dan kom ik straks bij jou langs om te kijken wat er bij jou speelt. Dan maak jij misschien net gebruik van de voorzieningen waar het wel van geldt. Dan wel je inkomen is hoger. Maar ik kom straks even bij jou langs. En als je mij een toestemming geeft om naar jouw gegevens te kijken... niet in mijn rol van lijsttrekker, maar van wethouder, dan doe ik dat. Ja, precies. Hij mag niet weg voordat dit helemaal uitgewisseld is. Maar dan met z'n tweeën, zeg maar. Ja, goed. Ja, hier zat nog één vraag van iemand die zei... Ja, ik kan niet... Een brandende vraag over die tweedeling. Die wordt ook veroorzaakt door schulden. Ja. Mensen hebben natuurlijk bungelbanen en vaak 2 en 3. En dan moeten ze ingewikkelde... Nee, maar goed, schulden is een belangrijk hoofdstuk. En jij had een plan daarvoor. Ik heb het gevoel dat als daar niet iets substantieels aan gaat gebeuren in Amsterdam... dan zijn er een aantal mensen, 1 op de 5 denk ik... die in hun life... in een struggle for life blijven zitten. En dat is... Ja. En Rutger steekt zijn vinger op om te beantwoorden. Maar iedereen wil dat beantwoorden. Maar we beginnen met... Ja, Don Ceder vindt terecht. Want jij hebt daar echt aandacht voor gevraagd. Ook rustig maar. Ja, de economie trekt aan. Maar het aantal mensen in schulden, met schulden. Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. Dat neemt toe. 1 op de 5 huishoudens heeft problematische of risicovolle schulden. En als we dat niet aanpakken... dan zorgen we dat we een generatie... Nee, dat weet ik. Maar dat we een groot probleem. Wat wij moeten doen is... De schuldhulpverlening zoals die nu is, doet zijn werk, maar het werkt niet optimaal. De wachtlijsten die groeien en er wordt ook niet gekeken naar de schuldenpakketten. De insteek is voornamelijk analyseren en afbetalen en niet kloppen de schulden dan ook wel. Wat wij moeten doen is er moet meer geld naar armoedebestrijding, maar niet zozeer naar schuldhulpverlening, maar ook naar meer middelen als het gaat om preventie. Het is bizar dat we in Nederland, je mag op je 18e alles lenen wat los en vast zit, maar er gaat bijna nergens wordt de financiële educatie op scholen gegeven. Ja, en daar moeten we iets aan doen. Dus meer armoedebestrijding, maar aan de preventieve kant en niet achteraf wanneer het al overloopt. Goed dan. Rutger, werd het even ingefluisterd. De grootste schuldeiser in heel erg veel mensen met schulden is de Rijksoverheid. Dat maakt het ingewikkeld, dit gesprek. Wat gaat u doen als u in het college zit? Nee, dat maakt het juist makkelijk. Want dat betekent dat je een heleboel dingen gewoon niet kunt doen. Ja? Je hoeft gewoon niet steeds die verhogingen toe te passen. Dat kun je gewoon afspreken. Kijk, als GroenLinks willen wij dat we zelfs schulden ook van mensen die buiten de overheid liggen overkopen. Omdat je zo de deurwaarders eruit kunt halen. Wij hebben natuurlijk een vrij goede financiële positie als gemeente, om met Eric van der Burg te spreken. Geld speelt geen enkele rol. Wij kunnen echt... Klopt, dat heb ik hier in deze zaal gezegd. Maar wij kunnen echt... Nee, maar dat staat in ons programma. Ik vind dat wij voor echte mensen met problematische schulden, die maar niet uit die situatie komen, moeten wij de schulden opkopen en hen helpen om weer een gezonde financiële positie te krijgen. Hebben we een meerderheid? We gaan even kijken. Ja. Nee, nog niet. Nog. Reinier? Nou, ik wil Don Ceder een compliment maken, want ik vind dat hij er kundig over spreekt. En ik zit voor een heel groot gedeelte, kan ik met GroenLinks meegaan. Ik merk ook, ik ben zelf ondernemer, dus ik heb veel collega's van wie ik nog wel eens een loonbeslag krijg. En ik merk hoe ongelooflijk ingewikkeld het is voor die collega's om van die schuldenproblematiek af te komen. En dan deel ik in ieder geval met Rutger dat de overheid daar bijzonder onbarmhartig mee omgaat. En dus... Ik vind echt dat we voor de overheid een pas op de plaats moeten maken. Dat staat gelukkig ook al landelijk in het regeerakkoord. En dat zullen we in Amsterdam moeten aanvullen. Ja, heel goed applaus. Nou, dat vond een half applaus. Er was nog niet... Vond jij dit een acceptabel... Ik zie wel een halve... Maar er zijn ook heel veel mensen die niet in aanmerking komen. Die jaren kunnen blijven bukken. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké. Het is weer gezegd. Er is al een hele avond ook over gepraat volgens mij in de verkiezingscampagne. Dank. We gaan naar het tweede onderwerp. Met uw welnemen, als u het goed vindt. En dat is die nieuwe, die hebben we maar even genoemd. Dat nieuwe maatschappelijke, dat nieuwe sociale akkoord tussen de burger en de overheid. Of zoals wij dat hier in het Pakhuis noemen. Die fantastische beweging van stadsmakers in de stad. Die buurtgemeenschappen. Die gekken. Die allemaal iets fantastisch doen voor deze stad. Soms echt op het publieke terrein komen. En eigenlijk alternatieve diensten ontwikkelen die voorheen door de overheid worden gedaan. Soms diensten ontwikkelen die er gewoon nog niet waren. En dan is die... Daar zitten allemaal georganiseerde, ongeorganiseerde. Het is een fantastische boom aan mensen die geweldige dingen doen in de stad. En langzamerhand, we hebben de afgelopen jaren hier in het Pakhuis natuurlijk oploopje na oploopje hierover georganiseerd. Programma's georganiseerd om ze te organiseren, om mensen met elkaar te verbinden. En vele gesprekken gehad ook over wat dat nou eigenlijk betekent voor de ontwikkeling van je stad. Daar speelt ook de commonsbeweging een grote rol in. Hè? Not private, not public, but something in between. En heel die oude gedachte van de meent. En daar willen we het eigenlijk het komende uur met u over hebben. Als u dat goed vindt. En ik wou beginnen met... want een aantal debatten in de afgelopen weken zijn daar echt heel specifiek over gegaan. En ik zat met veel plezier zondagavond de livestream van de Bali te kijken. Waarin de drie partijen die het linksblok zijn... zaten op het podium met collega's uit andere steden. Uit Italië en uit Barcelona en uit Napels. Waarin ze zich... toetraden tot het netwerk van Fearless Cities. En ik wou jullie even vragen of jullie collega's kunnen bijlichten wat jullie toen gezegd hebben voor zover ze niet naar de livestream hebben zitten kijken. Ik weet niet, Erik, u had misschien zondagavond iets anders te doen. Ik zat zondagavond in San Francisco. Echt? Ja. Oh, wat erg voor u. Ja, ik was aan het werk hoor, daar voor de helderheid. Okay. Hij was campagne aan het voeren in San Francisco. Goed. Ik was daar afspraken aan het maken met San Francisco, de andere leidende stad als het gaat om bestrijding van HIV en AIDS in de wereld. Hoe wij HIV en AIDS uit de grote steden in de wereld zouden krijgen. Daarom was ik in San Francisco zondagavond. Mooi. Dat vond ik een vrij redelijk excuus. Ja. Heel goed excuus. Daarom vraag ik even aan de drie collega's van u die er wel waren in de Bali bij dat Fearless City. Om hun er waren er vijf, en u was er. Excuus. Willen jullie even jullie collega's bijlichten? Wat is daar gebeurd? Marjolein. Ja, het was een mooie avond waarbij we inderdaad met het linkspact, het links-progressief pact, dus GroenLinks, SP, PvdA, maar inderdaad bij één en de Piratenpartij waren ook aanwezig, spraken met een wethouder uit Napels en iemand van de Comú-beweging in Barcelona. En het gaat dan eigenlijk over de vraag van wie is de stad? Wat hier ook vaak op het plein voor heeft gestaan. Wie maakt nou eigenlijk de stad? En wie laten we domineren in de stad? Laten we het grote geld hier in Amsterdam domineren of doen we het zelf? Een bedrijf waar we het bijvoorbeeld veel over hebben gehad is Airbnb. Je ziet dat Airbnb enorm de Amsterdamse woningmarkt in zijn grip heeft gekregen. En zijn we dan bereid om inderdaad fearless te zijn? Hè? Dat vind ik een mooi woord. Durven we inderdaad te zeggen, nee, dit is zoals we de stad willen maken? Of geven we het over aan degene die hier heel veel geld aan verdienen? En eigenlijk hebben we een soort sociaal contract misschien wel met elkaar gesloten. Of we hebben met elkaar afspraken gemaakt. Waarbij we hebben gezegd, we kunnen ontzettend veel leren van andere steden. hoe zij dat hebben gedaan. Maar we kunnen zelf ook voorloper worden in het zijn van zo'n Fearless City, waarbij we zelf gewoon met de Amsterdammers bepalen wat voor stad we in de toekomst willen zijn. Ja, ik denk wat het belangrijkste is, is dat we zien dat er allerlei ontwikkelingen zijn waar je als Amsterdam meer overeenkomsten hebt met andere grote Europese steden zoals Barcelona of zoals Napels. En in een heleboel opzichten kunnen die ook heel inspirerend zijn. Het is heel zinvol om bijvoorbeeld met elkaar na te denken, hoe kun je de haven verduurzamen? Hè? Dat zijn 3 havensteden. Daar zijn echt wel hele duidelijke overeenkomsten. En wat ik ook in ieder geval een hele belangrijke vind, ook in relatie tot het onderwerp dat we willen bespreken, is dat juist ook in Napels en juist ook in Barcelona een hele brede beweging van radicale democratisering is. En dat inspireert mij zeer, omdat ik juist ook het democratisch gehalte van Amsterdam, nog even los van bestuurscommissies, komen we misschien straks nog op, echt onvoldoende vind. En ik echt vind dat we toe moeten naar inderdaad die nieuwe relatie tussen burger en overheid en nieuwe besluitvorming. En Barcelona doet dat echt heel goed. En ook in Napels doen ze echt fantastische dingen. Dus moeten we daar ook wat mij betreft in voorop lopen. Dus het is een leren van elkaar en samenwerken. Meneer Laurens Ivens, heb je daar een aanvulling nog op? Ja, inderdaad, ik mag aanvullen dan, want ik ben het eens met wat Rutger en Marjolein zeggen. Kijk, wij hebben als Amsterdam nu vooral vaak stedenbanden met steden waar we economisch gewin uit kunnen halen. Maar we zullen veel meer de banden met steden die dezelfde problematiek hebben aan moeten gaan. En dan zijn Napels en Barcelona zijn daar mooie steden. Dat zijn eigenlijk steden waar je ook ziet dat prijsopdrijvingen en toerisme zorgen ervoor dat mensen zich niet meer thuis voelen in hun buurten en in hun wijken. En daar hebben ze creatieve oplossingen in die steden om hoe ze daarmee om kunnen gaan en hoe ze daadwerkelijk buurtbewoners weer echt in hun kracht kunnen zetten. En dan denk ik, daar moeten we mee samenwerken. Daar moeten we van leren. En dat hebben we met elkaar ook uitgesproken die avond. Jelle, wil je iets toevoegen? Ja, ik was heel erg blij dat deze 3 partijen ons ook uitnodigden daar en nu ook met deze thema's bezig zijn. Want wat je ziet in Barcelona, wat je ziet in Napels en wat zo inspirerend is, is dat, dat ze niet alleen het bestuur aan het democratiseren zijn in die steden, maar dat ze ook de economie aan het democratiseren zijn. Dat ze zeggen, energie, groene energie, die zo belangrijk is nu, die moeten door mensen zelf worden opgewekt in coöperaties. Onze voedselvoorziening, waarvoor we nu afhankelijk zijn van producten die over de hele wereld heen en weer worden gestuurd, daar moeten mensen zelf de verantwoordelijkheid in kunnen nemen, bijvoorbeeld in coöperaties. Watervoorziening, die geprivatiseerd was in grote delen van Spanje, die is in commons weer teruggebracht. En dat is, dan kom je echt bij die kernvraag van wie is de stad. En daar lopen ze, data is ook zo'n ding. Van wie is de data in de stad? Dat zijn echt onderwerpen waarop Barcelona voorop loopt en waar we heel veel van kunnen leren. Ja, goed. Ja, dus het zijn niet alleen steden met dezelfde problematiek, maar hun aanvliegroute om die problemen op te lossen is inderdaad het radicaal democratiseren van instituties die we eigenlijk te veel hebben losgelaten. Waarin we burgers weer serieus nemen dat ze gewoon zelf ook heel goed in staat zijn om hele grote delen van die stad zelf vorm te geven. Zou ik daar nog een toevoeging aan mogen doen? Met plezier. Want ik wil ook Rutger bedanken, het Linkspark bedanken dat we waren uitgenodigd bij de Fearless Cities avond. Dat was super inspirerend. En naast het punt wat jij zegt, wat ook zo belangrijk is, is juist dat die steden brutaal durven te zijn. Ja. En op durven te staan tegen landelijk beleid. En bijvoorbeeld ongedocumenteerden de mogelijkheid bieden om gewoon te kunnen werken in de stad. En ik denk dat we daar in Amsterdam heel veel van kunnen leren. En nu is dus de vraag, hè? Dit waren de progressieve partijen. Meneer Van der Burg die was er toevallig niet, want die had ook iets heel belangrijks te doen. En nou is de vraag, als u dit hoort van uw collega's, vindt u dat Amsterdam een Fearless City zou moeten zijn? Deel moeten zijn van dit netwerk waarin radicale democratisering het uitgangspunt is. Kijk, ik ben een VVD'er, dus ik ben knijter rechts. Dus ik voel me sowieso niet thuis bij een links pact. Maar waar ik het volstrekt mee eens ben, is dat steden de leiding moeten nemen. Ja. Dat was wat ik in San Francisco aan het doen was, waar we gezegd hebben van, we doen dit. Ik heb 2 weken geleden met het team van Mayor Kaan gesproken uit Londen, daar waar het ging om de aanpak gezond gewicht. Wat je ziet is dat nationale overheden vaak achter de feiten aanlopen, dan wel gewoon tegenwerken. Zie je bijvoorbeeld het sterkst als het gaat, niet in Nederland, maar in andere landen op het gebied van HIV en AIDS. Daar worden gewoon bepaalde zaken ontkend, daar wij steden al lang in de stand zitten van we moeten dingen gaan doen. Dus ik vind zie je bij klimaatverandering trouwens ook. Klimaatverandering, zie je het idem dito, dan zie je overheden. Nou, neem Trump als voorbeeld. Parijs ontkennen, daar waar de steden in Amerika zeggen wij moeten juist doorgaan met het klimaatverdrag. Dus ik vind dat steden veel meer de leiding moeten nemen in de wereld en ook in Europa. En welke term je dan voor kiest? Nou, ik vind Fearless een mooie term. Dus daar ga ik dan in mee. En of we dan een linkspact gaan sluiten, dat lijkt me wat minder. Ik vraag geen linkspact. Ik vraag helemaal... Maar ik zou het niet durven. Steden in de lead, ja. Want in steden zit vaak het gezond verstand ten opzichte van landelijke overheden. Ik zou hier heel graag op willen reageren. Want het is nu al de tweede keer vanavond dat Eric van der Burg begint over... nou ja, over zo'n gezond gewicht aanpak. En dat is echt een onderwerp waar hij erg trots op is. Waar hij nou ja, het land, de wereld mee overreist. Maar de aanpak jeugd op gezond gewicht in Amsterdam... is een samenwerking met Coca-Cola. Is een samenwerking met Nestlé. Nee. Als je het hebt over van wie is de stad. Nee. Als je het hebt over de vraag van wie is de stad. Jelle wordt nee moeten willen. Nee. Jelle, nou, leg het uit. Dat is landelijk wel het geval. Dat is landelijk wel het geval. Zoek het op in 2014. Heeft Amsterdam gebroken met Nestlé. Juist omdat ik zei, ik heb er niks aan als jij mij geld geeft, maar je verandert niks in je producten. Dan koop je je ziel maar op een andere manier mee schoon. Dus ik werk juist niet samen met Nestlé. Ik werk juist niet samen met Coca-Cola. En de geld hier in Amsterdam, het beleid, dat als een 25% van het publiek in een bepaald evenement uit jongeren bestaat, dan krijg je dus niet de kans om geld te krijgen van de overheid als jij ongezonde sponsoren hebt. Hebben bij het EK, wat we hadden, basketbal dit jaar, of vorig jaar moet ik zeggen, Dunkin' Donuts ook laten vervangen door Tommy Snoeptomaatjes, omdat we zeiden van nee vrienden, je kunt... Dit klopt. Hebben wij in de regels opgenomen dat in de metrostations geen beleid meer mag worden gevoerd of geen reclame meer mag worden gemaakt voor ongezonde producten voor kinderen? Als het gaat om gezond gewicht behoor ik tot de radicale vleugel en dat zullen alle lijsttrekkers hier moeten erkennen. Dit is waar. Dit is waar. Absoluut waar. Ik ben zelfs voor een suikertax, een vettax en een zouttax, man. Nee, maar Erik... Oké, dat laatste verstond ik niet. Maar Erik, je enthousiasme werkt aanstekelijk. En ik geloof in je oprechte passie voor dit onderwerp. Maar wat je ziet is dat het gaat natuurlijk niet alleen om directe banden. Het gaat ook om indirecte banden. Maar Jelle, nee, dit is gewoon onterecht. Het is echt onterecht. Ik dacht dat dat Pakhuis de Zwijger ook wat ruimte voor verdieping... Jazeker. Maar we gaan je zeker nog iets vertellen over het verschil tussen landelijke aanpak... gezond gewicht en Amsterdamse aanpak, maar niet vanavond. Want dit blok gaat over die radicale andere relatie. Je punt was helder, hè? Je zei, die stad, je had alleen misschien het verkeerde voorbeeld. Nee. Het grootkapitaal... Het grootkapitaal dient deze stad niet in zijn greep te hebben. Dat was je punt. En dat is onderdeel natuurlijk van die agenda. En dan heb je Eric van der Burg aan je kant. Als het gaat om in ieder geval die aanpak gezond gewicht. Dan... dank voor deze introductie van dit thema. Maar wij hebben de afgelopen 5 jaar in het Pakhuis en elders in de stad... ongelooflijk veel netwerken opgebouwd. En een heel groot deel van dat netwerk zit vanavond in de zaal. Dat was het programma Maak je Stad. Dat was het programma Ruimte voor Initiatief van de gemeente Amsterdam. Dat was het programma de Citymakers Agenda... die we hebben gemaakt met allemaal Europese stadsmakers. En we hebben de hele tijd en allerlei bijeenkomsten over New Democracy... en de Commons-beweging. Die we het afgelopen 5 jaar hebben geprobeerd te organiseren... en te ontdekken met elkaar. Wat betekent dat nou als je dat denken... toepast op Amsterdam en op andere steden. En wij willen heel erg graag... Deze partijen hebben de afgelopen weken met elkaar gepraat... en dat heeft geresulteerd in een aanbod aan jullie. Een aanbod van al die stadsmakers die vertegenwoordigd zijn in die netwerken... die we soms hebben leren kennen door programma's als Maak je Stad. 400 sociale ondernemers die zich inschreven. En wonderschone voorbeelden van Nieuw-West tot Zuidoost, tot... diep in Noord en overal in Amsterdam zijn fantastische Amsterdammers bezig om die stad van hun mooier te maken en beter te maken. En zij hebben met elkaar gepraat en ze willen jullie een aanbod doen. Ze zeggen eigenlijk, wij willen dit keer echt samen met jullie die stad maken de komende 4 jaar. En 4 jaar geleden stond ik hier ook op dit podium. Een aantal van u stond toen ook op dat podium met mij. En jullie beloofden toen allemaal aan mij, maar via mij aan de zaal, aan de Amsterdammers, dat jullie in het collegeakkoord een blanco pagina zouden laten. Ja. Nou, ik heb gezocht, jongens, naar dat blanke pagina. Nee. Maar het is... Ik heb hem niet gevonden. Meneer Ivens, ik heb hem niet gevonden in uw collegeakkoord. Er zaten heel veel blanke pagina's in, maar er stond niet letterlijk boven blanke pagina. Nee, nee. En wat we hadden afgesproken is dat we nadat jullie hadden onderhandeld met elkaar, dat jullie de uitnodiging zouden aangaan om met een grote groep stadsmakers het gesprek aan te gaan. Dit zijn de doelen voor de stad en zo willen wij met jullie samen dat vorm gaan geven. Nou, wij zijn ondertussen doorgegaan de afgelopen paar jaar. En eerlijk is eerlijk, ook in deze collegeperiode heeft de gemeente Amsterdam allerlei pogingen gedaan om burgers te betrekken. Op allerlei nieuwe manieren en er zijn ze geëxperimenteerd. Maar wij willen jullie nu een aanbod doen om dat echt structureel te doen. Analoog aan wat er in Barcelona gebeurt. Op zoveel mogelijk terreinen. Eerst samen met ons. En altijd samen met ons. En dat willen we jullie voorleggen. En daar hebben jullie, als het goed is, ook een eerste aanbod van gekregen. En er zijn hier 2 sprekers die dat kort toelichten. Wat ze jullie vragen. Wij bieden ons aan. Wij allemaal. Om het samen met de overheid te doen. En heel graag wil ik 2 mensen vragen uit die grote beweging die namens ons allen dat toelichten. En de eerste die dat gaat doen, en dan vraag ik een reactie aan jullie. En dan geef ik de tweede het woord en dan vraag ik ook weer een reactie aan jullie. Dat jullie weten wat de orde is. De eerste die dat gaat doen is een fantastische Amsterdammer. Als u haar nog niet kent, dan kent u haar na vanavond als een van de meest prominente denkers, vind ik. Als het gaat om... Zij zei 2 jaar geleden al, we moeten die donut economy, die moet op het netvlies komen. Ik heb het gelezen ergens in een obscuur... En nu, 2 jaar later, denk je echt... Huh? 2 jaar geleden al? Ja, toen zei zij, wij moeten die donut-economie snappen, want dat geeft je ongelooflijk veel houvast om na te denken over wat ons te doen staat. Ze is echt een prominente Amsterdammer. Ze is directeur van de Waag. Marleen Sticker. Jeetje Mina, dankjewel voor alle complimenten. Volgens mij moet ik een paar mensen uitleggen wat het donut-economie is. Dankjewel, dan gaan we minuten. Podium, sorry. Kate Raworth is hier in 2014 geweest. Toen we een programma hadden, Picnic, Redesign Growth. Opnieuw nadenken over groei. En ik denk dat dat de discussie is waar we eigenlijk allemaal middenin zitten. Dat we dat idee van exponentiële groei, alles gaat maar verder. Dat we nu moeten nadenken wat nou economische activiteit is, wat de economie van de stad is, wat het huishouden van de stad is. En Kate Raworth heeft daar een heel mooi beeld bij gecreëerd, de donut. Die moet je dus niet eten. Die tomaatjes zijn gezonder. Heel goed. Maar het beeld is dat je de grenzen van de groei zijn, de planetary boundaries, de grenzen van de planeet. En daar zijn we voor een deel al overheen. En dat is heel gevaarlijk, want dat betekent dat onze nieuwe generaties... Wij zijn er allemaal nog misschien nog net. Maar de toekomst... voor de mensheid is het geen veilige plek op aarde als we niet binnen die grenzen van de planeet blijven. En de andere die zij zegt is mensenrechten. Je wil ook je wil niet leven ten koste van anderen. Dus dat jij hier mooie spulletjes hebt, maar dat andere mensen in armoede leven. En dat is, we kennen de hele fair movement natuurlijk wel, maar ook gewoon basisrechten voor mensen. En dat is de binnenste ring. Dus alles wat tussen die 2 ringen in zit, dat is een veilige, goede plek voor mensheid. Nou, dat donut-denkens is hier geweest, ze komt hier weer terug in juni. Is denk ik zeer inspiratief. En je kan je stad, je zou kunnen zeggen, dat is de uitgangspunten voor de economie. Zij zegt, we moeten niet af van de 20e eeuwse economische modellen, we moeten naar een economie voor de 21e eeuw. En dat is, daar zit dus ook die commons in. Dus het is niet altijd leuk ernaast, hè, want de overheid regelt zich eigenlijk altijd naar eerst de markt voor de burger. Maar we zetten daar de commons naast. Dus de stad kan ook, de overheid kan ook een relatie tot de commons creëren. En al die initiatieven waar we het over hebben, die stadsmakers, die zou je bij elkaar kunnen zien als initiatieven die een commons-initiatieven zijn. Die zich verantwoordelijkheid nemen voor onderdelen van de stad. Die gaan experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Als het gaat over energievoorziening, energietransitie, als het over voedselproductie gaat, als het over talentontwikkeling gaat, gezonde stad. Ik noem nu 2 thema's van projecten die in Maak je Stad uit zijn gewerkt. Maak je Stad, we hebben net het programma afgerond. We konden dat financieren omdat we de prijs, de innovatiehoofdstad van Europa hadden gewonnen, iCapital. En dat hadden we gewonnen omdat we vertelden dat deze stad zoveel stadsmakers heeft. Zoveel initiatief, innovatie van onderop. En dat gaf ons de middelen om, of dat gaf de gemeente de middelen om daarmee Maak je Stad mogelijk te maken. 37 projecten zijn een jaar lang aan de slag geweest, 3/4 jaar lang. Maar vooral waren dat een lerende community. Mensen die met elkaar samen elkaar hebben versterkt en hebben gegroeid in hun eigen projecten. Nu is de vraag, hoe gaan we daarmee verder? Gaat de stad daarin verder? Of is dat iets wat leuk, een eenmalig project was, wat vanuit Europa gefinancierd was? Wat ik zou willen vragen is, denk niet alleen als leuk voor het maatschappelijk domein, leuk voor ergens in de zorg, maar zie het ook als een nieuw denken over economie. En ga dan ook verder in hoe je denkt over innovatie in de stad. We denken nog steeds hier in de vorm van triple helix. Dat is ooit door de OESO ons opgelegd uit een rapport. Dan hebben ze gezegd, ga de overheid gaan er wat meer met kennisinstellingen doen en bedrijfsleven. En sindsdien, overal zijn alle economische borden zitten vol met bestuurders uit de kennisinstellingen en de grote bedrijven. En er zitten ook heel braaf ook altijd de wethouders en de burgemeesters bij. Maar de hele samenleving ontbreekt. Dus als we over innovatie denken in de stad, zie het vooral ook als innovatie denken. En zorg dat je die stadsmakers, dat innovatiepotentieel dat in de stad zit, dat je dat meeneemt. Dus dat is één grote stap. Dus ik denk misschien ook wel echt in commons transition. En steden als Gent zijn daarmee bezig, andere steden zijn daarmee bezig. Dus je ziet dat echt als een transitie van de stad in het denken over de economie. Niet erbuiten, maar in het economisch denken. Het huishouden van de stad. Een tweede stap, en dat is een veel complexere, is dat er ongelooflijk veel geleerd moet worden nog in het stadsbestuur. In de ambtenarij. Het is niet vanzelfsprekend, nog steeds niet. Er wordt flink wel geoefend. Dat je een andere relatie tot die stadsmakers hebt dan alleen maar een subsidieverstrekker of een vergunningleverancier. Dit betekent dat je dus echt een lerende omgeving ook in het ambtelijk apparaat moet creëren. Er zijn zeer veel ambtenaren daar geïnteresseerd in. Maar je moet dat dus wel ook echt als een transformatie van het bestuur zelf zien en van het ambtelijk apparaat. Dus mijn vraag daarin is, kunnen jullie die commons-transitie, zien jullie daar wat in? Zien jullie dat ook als een fundamentele wijziging in het denken over de economie? En het tweede is, hoe zien jullie die transformatie in het bestuur zelf? Want als we dit een kans willen geven, dan moeten we inderdaad die stad samen met elkaar maken. En dat betekent dat die stadsmakers ook toegang en samen relatie moeten hebben met de mensen die vanuit de stad gefinancierd zijn om dat ambtelijk te doen. Dank u wel. Ja. Wie wil als eerste? Meneer Boomsma was de eerste die oogcontact met mij maakte. Zo werkt dat, ja. Oogcontact, ja. Ja, u maakte oogcontact met mij. Ja. Ja. Nee, dat deed ik inderdaad niet voor niks. Nee, maar heel veel dank voor dit prachtige pleidooi. En ik denk dat dat waar is. Hè. We moeten naar een ander soort economie toe. En het is vooral een kwestie van mentaliteit. En dat is wel, ik denk, heel belangrijk. Dat het ook gaat om hoe wij zelf... Wat is onze eigen instelling erin? Want je kunt die economie niet veranderen alleen vanuit de staat. Dat moet echt gaan om een mentaliteitsslag. En we moeten inderdaad gaan leren dat winst maken niet het allergrootste doel in de wereld is. Ik bedoel, wij hebben als CDA bijvoorbeeld ook een initiatiefvoorstel ingediend om sociale ondernemingen te stimuleren. Dat zijn dus bedrijven waarbij die niet draaien om zoveel mogelijk winst maken, maar die gaan om het realiseren van maatschappelijk resultaat op allerlei manieren. Nou, en daar zijn we in Amsterdam mee begonnen, maar we zijn er nog lang niet. Een van de dingen waar je tegenaan loopt is inderdaad het vinden van financiering daarvan. Omdat banken dan zeggen van ja, maar als je niet gericht bent op winst, waarom gaan wij jou dan geld lenen? Daar moeten we nog allerlei stappen in zetten. Maar ik denk dat dit een buitengewoon belangrijke manier zou kunnen zijn om daar de komende jaren echt verder mee te gaan. Meneer Groot Wassink. Nee, ook dank. En ik ben juist erg geïnteresseerd en ook geïnspireerd door het verhaal dat niet alleen Raworth houdt, maar ook wat hier gehouden wordt. Want volgens mij, kijk, er is de afgelopen jaren wel degelijk wat gebeurt. Ik vind dat we achteruit gegaan zijn, ook in de manier waarop we burgers hebben betrokken in deze stad. En het burgerlijk stelsel of het bestuurlijk stelsel was allemaal niet fantastisch, maar het was wel een structuur. En ik vind dat er heel weinig geëxperimenteerd is. Te weinig? Nou, veel te weinig. Okay. Terwijl we weten dat er allerlei initiatieven zijn waar de overheid veel te vaak hindert. Dat er allerlei burgers zijn die van alles willen doen waar de overheid er niet voor is. En ik vind echt dat we, wat ik al zei, in navolging van Barcelona, opnieuw radicaal democratisch moeten kijken hoe we dat kunnen doen. Maar dat betekent wat mij betreft wel, en ik ben heel benieuwd naar waar jullie ook straks mee komen, dat dat nooit een eindpunt kan zijn, maar alleen een begin. Tuurlijk. Omdat ik vind dat we dit ook echt niet alleen met stadsmakers, maar met de hele stad opnieuw zullen moeten uitvinden. En dat kan alleen bottom-up. Dat kun je niet van bovenaf doen. Dus wat mij betreft is dit het begin. En de vraag is natuurlijk ook dan wel terug aan alle stadsmakers en aan Pakhuis en aan anderen. Help een toekomstig stadsbestuur dan ook om dit niet alleen in de Zwijger te doen, maar in elke buurt. Ja. En in allerlei buurthuizen. En zorg niet alleen voor ruimte in de hoofden bij burgers, ruimte in de hoofden bij ambtenaren, maar ook voor fysieke ruimte in buurten. Want fysieke ruimte, zoals we die op een paar plekken in de stad hebben, is cruciaal. En we hebben vastgoed, verpatst dat niet langer. Zet het juist in om dit soort initiatieven en dit soort zaken mogelijk te maken. Wat een goed punt, Rutger. Want wat je ziet is dat het college de afgelopen 4 jaar maatschappelijk vastgoed heeft verkocht van de gemeente. En ondertussen zijn ongedocumenteerden... Doe maar uit. Het gaat goed. Doe maar uit de klok. Het is goed. Het gaat goed zo dus we het verdelen. Maatschappelijk vastgoed wordt verkocht door de gemeente. En ondertussen slapen ongedocumenteerden op straat. Dus ik vind dat een heel belangrijk punt, Rutger. En ik denk dat ik hier... Wat ik hier ook nog graag aan wil toevoegen is dat we het kraakverbod niet moeten handhaven in Amsterdam. Want juist bij kraakpanden vindt veel innovatie en verbinding plaats. En graag ook nog even één ander punt, want we moeten de culturele broedplaatsen ook niet vergeten. Er zijn een boel culturele broedplaatsen en de contracten lopen daarvan af de aankomende jaren. En ik wil wel weten van al deze partijen wie er bereid is om de contracten te verlengen. En waar nodig ook permanente bestemmingen voor deze plekken te regelen. Twijfel daar. Oké. Broedplaatsen zijn altijd tijdelijk. Daar ben ik een beetje tegen. De Commons, het democratiseren van onze stad en burgerrecht voor alle Amsterdammers. Dat zijn de 3 uitgangspunten van de Piratenpartij Amsterdam. En ik ben dan ook heel erg blij dat Marleen hier dit super inspirerende verhaal is komen houden. Wat je ziet is dat in de democratie politici het eerste en het laatste woord hebben. Dat in de economie bedrijven vaak het eerste en het laatste woord hebben. En dat bewoners, blijven staan. En we moeten dat oplossen. We zijn ervoor om de democratie open te breken. We hebben in Amsterdam-West de afgelopen jaren de Stem van West gelanceerd. Waardoor bewoners zelf onderwerpen op de politieke agenda konden zetten. We willen dat er een bewonersforum komt, elke 4 jaar, aan het begin van een collegeperiode, waardoor mensen de prioriteiten voor de stad kunnen bepalen. Dat zou de stad moeten bepalen samen, niet het college. En vervolgens kan dat elk jaar gecontroleerd worden. En als het gaat over maatschappelijke initiatieven, dan moeten daar panden voor beschikbaar gesteld worden. Maar er moet ook wel degelijk geld voor beschikbaar gesteld worden. Okay. Tuurlijk. Daar ben ik wel voor, hoor. Ja. Dat lijkt me geen verrassing. Dat verbaast me ook niet, Rutger. Nee, dat lijkt me ook geen verrassing, toch? Ellen Schutten. Ik wil even een leuker verhaal vertellen. Ik vond dit al best leuk, hoor. Dit was oké. Dit was prima. Ik zou vertellen, jarenlang heb ik gezocht naar een schaduwraad in de stad. Want ik heb heel veel in het buitenland gewoond. En dan had je bij gemeentes en bij raden had je schaduwraad. Dan mocht je als een soort denktank met de bevolking, een hele groep van alle lagen van de bevolking, doorsnee van de stad. Die komen 4 keer per jaar bij elkaar. En dat, want je hebt nu heel mooi de stadsdeelcommissies, daar ben ik blij mee. We gaan kijken of het werkt, maar ik hoop het. Het is alleen heel veel info volgens mij, het zijn er te veel, 22. Maar als je 4 keer per jaar een stad, wat rechtstreeks naar de raad gaat, een stadsdeel, of nee, zeg maar een schaduwraad, niet praten. Want nou, het zijn er 7, er zijn 22 gebieden, maar die zitten dan vervolgens in 7 deel. Geef niet. Oh ja, maar dan leid je me alweer af, schat. Maar wat mij heel mooi lijkt, omdat dat de stadsdeel, het gaat over de stadsdeel, dat wij dan naar de raad ook een soort denktank hebben, 4 keer per jaar. Ik heb dat jarenlang gewild. Ja. En toen dacht ik, ga zelf maar in de raad, want er is er geen, dan zet ik er een op. Nou, Pakhuis de Zwijger lanceert op 21 maart 45 jonge Amsterdammers die echt het gezicht van de stad zijn, die hopelijk die rol gaan vervullen. Ja, en daar zitten ze, daar staan ze al. Oh, wat goed. Ja, heel goed. Daar wil ik heel graag meer over weten. Dat vind ik leuk. Gaan we weer over bijlichten. Ja. Jullie kijken niet heel enthousiast als je wil praten, of wel? Ja, jawel hoor, maar ik wacht gewoon keurig op mijn beurt. Wat goed. Ja. Ga ik zo naar Marjolein? Ja, zo ben ik. Oh, okay. Marjolein Moorman. Dat is dan ook nieuw. Oh. Ga ik eerst naar Marjolein Moorman. Oh, wat goed. Nou ja, eigenlijk het cruciale woord is hier vertrouwen. En er gebeurde de afgelopen jaren in het college iets geks. Er was namelijk ontzettend veel vertrouwen in de markt. Met alle gevolgen van dien. Want daarmee kwam inderdaad het paradigma van alsmaar economische groei. Alsmaar meer, meer, meer. En tegelijkertijd was er heel weinig vertrouwen in elkaar. Waardoor we een college hadden wat niet in staat was om bij te sturen. En er was veel te weinig vertrouwen in de burger. En inderdaad, ik was heel blij dat je begon, Natasja, met die blanco pagina. Want we hebben daar in de raad heel vaak om gevraagd. En het was interessant, want in het collegeakkoord stond: we gaan nu juist samen besturen over partijen heen. En met de stad. En het is gewoon niet gebeurd. Maar laten we het verleden achter ons laten. En laten we kijken dan naar de toekomst. En laten we het echt gaan doen. En dat betekent wel echt een radicale omslag. Want wat we hebben gedaan met het maatschappelijk vastgoed is echt een schande. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zondagsschilders op de Gelderse Kade. Mensen die daar bij elkaar komen. Die elke zondag, al 87 jaar lang bestaat dat. Elke zondag met elkaar schilderen. En daar juist elkaar vinden. En juist die participatie in de buurt hebben. Dat is gewoon weg. En dat soort dingen, dat is nou juist cruciaal in Amsterdam. Om die binding te houden. Laten we dat veel meer stimuleren. Laten we dat inderdaad in een blanco pagina gaan doen. En niet van bovenaf opleggen. Laten we vertrouwen hebben in elkaar en in de Amsterdammers. Goed, dank. Laurens Ivens. Ja, ik vond het. Ik haakte een beetje af bij je eerste zin, Marjolein. Want er is mij heel veel verweten van de afgelopen jaren. Maar dat ik vertrouwen had in de markt, dat heb ik nog niet gehoord. Dat was voor mij echt nieuw. Nee, maar gelukkig heb je ook gezegd dat het anders moet. En dat volgens mij ook laten zien de afgelopen tijd. Want ik heb juist geprobeerd, aan alle kanten geprobeerd, om te kijken hoe kunnen we zorgen dat we niet te veel dat vertrouwen in de markt hebben. Want inderdaad, als het vak van wethouder is dat er vaak dingen langskomen afspraak van marktpartijen die iets willen. En dan word je gevraagd of je een handtekening onder wil zetten. En ik heb bij menig project juist gezegd van ja jongens, dat moeten we dus niet doen. Want dat is niet de weg hoe je moet bewandelen. We moeten kijken naar de buurtactivisten. Wat zijn ze? Wat zijn de ideeën? Hoe ga je het doen? We hebben dan zelfs een hele woonagenda opgezet met het idee. Eerst mensen aan het woord laten en dan pas de ambtenaren, dan pas kijken wat er behoefte zit. En daarmee kwam de markt, nou die is nogal tegen onze woonagenda zoals je wellicht weet. Want er kwam opeens uit dat de democratie iets anders wil dan de markt. En volgens mij is dat de kant die we door moeten blijven zetten. Waar we moeten zeggen, eerst met mensen praten, dan pas de voorstellen gaan brengen. Dat kan je op losse projecten doen, maar dat is een manier van werken die we volgens mij op een veel grotere schaal in de stad moeten doen, waarbij je als overheid dus zegt, ik werk voor de mensen in plaats van dat ik met het bedrijfsleven en inderdaad alleen maar kennisinstellingen verder werk. Dus volgens mij, er zijn een paar goede stappen gezet en ik hoop dat je bedoelt, we gaan op die weg door. Oké, meneer Van Dantzig. Ja, op de livestream in de Bali waren ze het nog hartstikke eens. Maar ik zie toch enige tweespalt in het links pakt. Maar volgens mij is dit niet iets waar je ruzie om moet maken. Ik denk dat er heel veel, en ik vond het pleidooi van mevrouw ook een hele terechte. Er zijn in Amsterdam zoveel ongelooflijk toffe initiatieven. Zoveel Amsterdammers die zich dag en nacht inzetten voor deze stad. En vaak om helemaal niet in een bij elkaar gezochte ruimte met een groep vrijwilligers. En ik vind echt dat het volgende college een taak heeft om die mensen veel beter te ondersteunen. En ik heb deze hele campagne heel veel mensen gesproken, heel veel initiatieven. Maar wat me het meest raakte, dat was in de kolenkit, dat was de speelgoedbank. Daar kan je als kind wat in armoede opgroeit, een stuk speelgoed krijg je van deze vrijwilligers. En toen vroeg ik aan hun, waar zou je nou mee geholpen zijn? Wat zou jij nou van ons willen? En het mooie is, dat zijn maar hele kleine dingen. Ze zei, als we een plekje hebben waar we het kunnen opstallen, waar we de kinderen kunnen uitnodigen. Het is daar bijna een soort speelgoedwinkel, dus meer maatschappelijk vastgoed en een beetje geld. En daarom heeft D66 ook een fors bedrag uitgetrokken voor buurtgeld, 11 miljoen. Omdat je daarmee echt, daar geloof ik heilig in, duizenden bloemen in Amsterdam kan laten bloeien. Goed. Ja, meneer Groot Wassink en dan meneer Van der Burg. Ik denk dat we niet al te veel nu moeten beloven. Volgens mij wat we moeten doen is dat we juist nadenken hoe we de zeggenschap van burgers vergroten. En natuurlijk, we kunnen weer zeggen, buurtrechten is zo'n ding, staat al tijden in ons programma, is er nooit van gekomen de afgelopen 4 jaar. We kunnen iets zeggen over buurtbudgetten, je kunt daar geld voor vrijmaken. Maar volgens mij is het echt de vraag hoe we die zeggenschap vergroten. Niet alleen met al die initiatieven en organisaties, maar juist ook met mensen. Omdat waar ik helemaal in het begin over had, dat ik echt denk dat dit ook een bijdrage kan leveren. Niet alleen aan het tegengaan van tweedeling, maar in zekere zin aan een nieuwe invulling van burgerschap. En aan een nieuwe invulling van Amsterdam. Want volgens mij smacht iedereen daarnaar en is het gewoon hard nodig. Maar moeten wij dat niet nu en ook niet over een paar weken willen bepalen, maar juist als gezamenlijk avontuur met de stad zien. Erik van der Burg, ja. Nou. 4 dingen. 1. De coalitie van D66, VVD en SP heeft 1 verkiezingsbelofte geschonden. En dat is die pagina, want daar hebben alle 3 voor getekend hier toen we daar stonden. En die hebben inderdaad niet waargemaakt. Daar kom ik zo nog op terug. 2. Marjolein heeft gelijk. Deze coalitie heeft te lang te veel vertrouwen gehad in de markt. 2 voorbeelden erin. Airbnb, PvdA en GroenLinks zeiden veel eerder dit gaat niet goed. Deze coalitie bleef lang geloven dat de Airbnb'ers hun eigen verantwoordelijkheid zouden nemen. Dat hebben ze niet waargemaakt. Vandaar dat de coalitie te laat, maar wel gedraaid is en heeft gezegd we keren terug naar 30 dagen. 3e voorbeeld, een voorbeeld betreffende het aanbod in de stad. We hebben te lang gedacht dat ook ondernemers de verantwoordelijkheid zouden nemen als het gaat om wat er in de stad moest gebeuren. Dat gebeurde niet, waardoor er alleen maar toeristenwinkels bij kwamen in bepaalde straten. En daardoor is op het laatste moment door de gemeenteraad ingegrepen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, ook daar was de coalitie hetgene die de PvdA en GroenLinks volgden. En 4e punt, en ook daar heeft Marjolein gelijk in. Deze coalitie heeft heel veel goede dingen gedaan. Ik vind dit wel heel erg flirterig allemaal. Nee. Tijd af, dus dat flirten was net met die rode jurk. Ja, dat was nou ook al opgevallen. Dit is gewoon wat ook feitelijk zo is. Als je verantwoording aflegt, dan doe je dat niet alleen verantwoording af te leggen door te zeggen stem op mij, want ik heb het zo briljant gedaan. Dat doe je ook aangegeven wat je niet goed hebt gedaan. En dat is ook het 4e punt. Want ja, we hebben in het coalitieakkoord heel veel dingen afgesproken die we waar hebben gemaakt en waarvan ik ook vind dat de stad is verbeterd. De situatie in 2014 was een andere dan nu. Toen zaten we in een crisis, nu zitten we in een booming business. En de coalitie is onvoldoende in staat geweest om bij te sturen gedurende de afgelopen jaren. Dat hadden we meer moeten doen en daarmee hadden we de 7 die ik dit college geef misschien wel tot een 9 kunnen maken. Dus op dat punt moet ik de PvdA gelijk geven. Dat is groot. En veel te veel vastgoed gepast. Ja, we hebben het over de relatie tussen de overheid en de burger. En daar wilde ik ook nog wat over zeggen. Dus ik spiek ook even weer. Maar het vervangen van die bestuurscommissies voor de stadsdeelscommissies, wat Rutger benoemt, dat is volgens mij tekenend voor de wijze waarop de overheid normale mensen niet het vertrouwen geeft om hun eigen leefomgeving of om over hun eigen leefomgeving te beslissen. Ja, dat is hem. En dergelijke beslissingen en ook bijvoorbeeld het centraliseren van de culturele budgetten, ja, die moeten gewoon terug worden gedraaid. Ik denk dat het roer radicaal om moet. De lokale democratie die moet versterkt worden. En wat ik zie is dat als mensen... Kijk, de overheid die vertelt ons van wij zijn aan zet, de burgers zijn aan zet. Maar wat ik zie is dat wanneer mensen initiatieven willen nemen, dat het vaak de overheid zelf is die het grootste probleem vormt daarbij. Dus ik denk, nou, versterken van die lokale democratie. En de gemeente die moet er ook flink in investeren. In het sociaal werk bijvoorbeeld, maar ook in de culturele sector. Om mensen te ondersteunen om zichzelf beter van onderop te organiseren. Nog één punt. Als ik inderdaad kom, ja, jullie kunnen ook op mij stemmen, dan ga ik me inzetten om samen met inwoners en samen met organisaties voorstellen te doen. Wat doe je dat leuk? Dat je wil dat ik of iemand anders het punt ga afmaken. Ja, nu doe ik alleen maar nog langer over. Goed. Maar samen met inwoners en organisaties aan de slag om voorstellen te maken om Amsterdam socialer, kunstzinniger en duurzamer te maken. En ja, een stem op Amsterdam bijeen is dan ook een stem op een Amsterdam waar er niet over mensen wordt gepraat, maar met mensen. Ja, ik denk dat met dit thema er drie verschillende thema's spelen die een beetje door elkaar worden gehaald en waar wel goede geef ons dingen helderheid. Ja. Allereerst gaat het om de democratie. Democratie, ik denk dat het college een flater heeft geslagen met de bestuurscommissies die we over een paar weken gaan hebben. En inderdaad het vertrouwen niet aan de burgers hebben gegeven. Te meer ook omdat ik denk dat als het zo is dat we het vertrouwen en de wijk het democratisch inspraak zouden willen geven, dan is het ook een beetje raar dat de stedelijke politieke partijen en een paar ook in elke wijk ook zelf meedoen en niet de lokale burgers op hun eigen wijze de ruimte geven. Daarom mijn stemadvies ook, stem dan lokaal, maar de stem ook buurtgericht en wijkgericht, zodat de onafhankelijke buurtbewoners dan ook wel echt wat kunnen betekenen en geen tentakels zijn van een stadsbrede partij. Het tweede is de initiatieven. Hartstikke belangrijk. Ik geloof absoluut dat als je de gemeenschap de ruimte geeft, dat de stad tot grote dingen in staat is. En als we het hebben over de broedplaatsen, de sociale ondernemers, maar ook bijvoorbeeld de kerken. We hebben meer dan 300 kerken in Amsterdam, die niet alleen op zondag, maar door de week gigantisch veel vrijwilligerszorg leveren, op welke wijze dan ook aan de Amsterdamse inwoners. Daar is het iets om te koesteren, daar is het iets om vast te houden en ook zeker om te zien als partners bij het houden van de leefbaarheid van de stad. En als het gaat om de economie, een Bijbels principe is rentmeesterschap. En dat is dat je zorg draagt voor wat je hebt, omdat je vanuit een uitgangspunt dat het je gegeven is. En ik denk dat we absoluut verantwoordelijk moeten omgaan met onze economie, maar ook de leefbaarheid van de stad, zodat we het ook kunnen overdragen aan de volgende generaties. Dus daar ben ik absoluut mee eens dat we nu stappen moeten maken, zodat wij kunnen genieten van een leefbaar Amsterdam, maar ook onze kinderen en hun kinderen. Ja, dank. Ja. Goed, we gaan naar het tweede blokje van dit tweede uur en dat wordt even kort ingeleid door Jasper Etten. Heel graag aan jou het woord. Een van de mensen achter Ruimte voor Initiatief. Deel van de schrijvers van ons maatschappelijk aanbod eigenlijk aan deze partij. Aan u het woord. Geef hem even een groot Amsterdams welkom. Daar houden wij van. Goedenavond, ik ben Jasper en ik ben inderdaad onderdeel van de oorspronkelijke beweging Ruimte voor Initiatief. Ik zal zo uitleggen wat dat was en wat dat is geworden. Ik voel me aangesproken door een aantal van u die gesproken heeft om concreet te maken wat wij voor ons zien. En om even wat concreter te maken wat een maatschappelijk of een sociaal akkoord zou zijn. Wat dat zou betekenen en wat wij als aanbod zien. En dan gaan we kijken of we boter bij de vis kunnen doen. Ruimte voor Initiatief is begonnen een jaar of 5 geleden als een groep mensen, stadmakers, die elkaar vonden hier en in de stad. En bedachten, we moeten wat doen richting de politiek. En dat heeft geleid tot de vraag om de lege pagina 4 jaar geleden. Die kwam er niet. 2 jaar geleden is dat alsnog opgepakt door een aantal stadsdeelbestuurders. En uiteindelijk omarmd door wethouder Laurens Ivens, waarvoor dank. En 200 mensen, waarvan 100 ambtenaren en 100 initiatiefnemers, stadmakers, wat voor buurtinitiatieven dan ook, zijn daarin betrokken. En hebben uiteindelijk 14 initiatieven gemonitord en van geleerd met elkaar en beoordeeld. dat is een voorbeeld van beweging en ontwikkeling in de stad. En natuurlijk gebeurt er veel meer dan dat. Al gezegd en met visie omkleed door Marleen. Dankjewel. En mij de vraag gesteld, maak dat nou eens concreet. Mooi dat Podium Mozaïek voor dit onderwerp een podium biedt in dit debat vanavond ook. Dank daarvoor. En mooi om een groeiend en breder betrokkenheid en bewustzijn bij de politiek te zien dan 4 jaar geleden. Ja, er gebeurt veel. En ja, we hebben nog een heleboel te doen. Daar lijken we het ook wel eens over te zijn hier. Maar nu is het moment aangebroken om die vrijblijvendheid die er 4 jaar geleden was en die vanavond hier en daar toch ook wel een beetje doorklinkt, om die er nou eens vanaf te gaan halen. Om dat concreet te maken en boter bij de vis te doen, daar gaan wij nog niet over als met mensen met z'n allen in de stad. Maar nu wel deze dagen rondom de verkiezingen. Even kijken hoor. Terug even naar het maatschappelijk akkoord. Het idee is als volgt. Het is heel simpel. Wij stadmakers, initiatiefnemers, alle mensen die bezig zijn om de stad beter, mooier, groener, gezonder, alles te maken, hebben de koppen bij elkaar gestoken en ontdekten dat ze ongeveer een gemeenschappelijke agenda hebben. En toen zaten